Nogmaals hartelijk welkom. Dat is voor de mensen die terug gaan kijken natuurlijk wel zo prettig om te beginnen. Ko Verdaas, deeltijd hoogleraar gebiedsontwikkeling bij Stichting Kennisgebied, gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Daar hebben wij als missie kennis, wetenschappelijke inzichten te ontsluiten voor de praktijk. En de praktijk ook weer hun ervaringen wensen terug naar de kennis te brengen. En die wederkerigheid met elkaar te ontwikkelen. Met als hoger doel natuurlijk het met elkaar betere prestaties te leveren. De Slim Masterclass past perfect ook in die ambitie. Ik kijk even rond. Ik zie Jan Laan nog niet zitten. Die heb ik wel beneden gezien, maar nou ja, nee. Maar die wil ik in ieder geval bijzonder welkom heten. Maar die zal ongetwijfeld nog wel binnenkomen. Een lange traditie van ook met wetenschap, beleidsmakers, mensen in de praktijk proberen elkaar op een hoger plan te brengen. En dat gaan we vanmiddag ook doen. Het programma is denk ik heel erg overzichtelijk. We hebben namelijk drie sprekers, plenair. En ik ben heel blij ook dat ze hier zijn. Richard, Jeroen en Joost, je zit daar. Die vanuit hun eigen achtergrondervaring de vloer zullen leggen van waar staan we nu met het thema gezondheid en gebiedsontwikkeling. Richard, vanuit de wetenschappelijke invalshoek, maar in het voorgesprek bleek mij al, maar dat gaat gelukkig vaak zo, dat je ook heel erg betrokken bent bij de praktijk, maar jouw rol is nadrukkelijk om die wetenschappelijke vloer te leggen. Jeroen Kemperman van Zilveren Kruis, ik zeg er thuis altijd achteraan, Achmea, maar nu niet meer, oké. Ik heb precies opgeschreven wat je functie is, manager, senior manager strategie en business development, althans dat stond op je LinkedIn. Auteur van diverse boeken, die liggen ook beneden, nou ook in het voorgesprek. Volgens mij kan je in je eentje ook, maar dat geldt ook voor Richard, al de hele plenaire sessie vullen. Dus heel fijn dat jij er bent. En Joost vanuit het Utrechtse, Joost van Vaassen, senior stratege ruimte en economie. Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving. Ik doe dat nu even, omdat ik dan straks niet steeds tussendoor dat allemaal hoef te doen. Opzet is drie inleidingen met steeds gelegenheid, 5 minuten ongeveer, om wat verdiepende vragen te stellen. Zie dat echt als de vloer leggen. Pauze, dan parallele sessies, 2 rondes, 3 keer, waarbij we in kleinere groepen veel meer de diepte in kunnen met mensen uit de praktijk. We gaan dit ook heel goed vastleggen in een verslag, hè? Dus het is niet alleen gezellig treffen, we proberen ook echt inzichten, vragen, zaken die u agendeert ook weer vast te houden, zodat we ook voort kunnen bouwen met elkaar. En wat dat precies oplevert, dat is natuurlijk altijd even afwachten, maar dan heeft u ook het hogere doel misschien bij u. Dus ook daar waar vragen vanmiddag gesteld worden, niet meteen van de antwoord kunnen worden voorzien, dat heeft dus heel veel zin en nut, want dat helpt ons weer met onze collega's om die goed op te pakken en daar weer goede netwerken bij te zoeken. Dan denk ik dat ik, en dan kijk ik nu toch nog een keer naar jou Jan, fijn dat je er weer bent, in goede gezondheid zo te zien, want jij bent toch een van de founding fathers en ook een van de meest trouwe bezoekers van deze masterclasses. Lange traditie in het openbaar bestuur en altijd ook behept met hoe krijg je ook een nieuwe generatie weer op een hoger plan. Speciaal welkom voor jou ook. Ja? Oké. Ik weet dat voor jou dat allemaal niet hoeft, maar ik wil toch even melden. Richard, dan mag jij het bal openen en benieuwd naar jouw verhaal. Dankjewel en ik ben zeer vereerd dat ik het bal mag openen en dat voor mij is het ook weer een van de eerste keren dat ik echte mensen zie die bewegen, nou ja, bewegen doen ze altijd wel, maar met de rest van het lichaam daarbij. Om eerlijk te zijn, ik geef eigenlijk vanuit de gezondheidszorg en de techniek een eerste briefing. En de stedelijke ontwikkeling zit er wel in, maar dat is eigenlijk iets wat erbij is. Maar het motto van de briefing voor deze meeting was, laat maar weten hoe je ploetert om disciplines bij elkaar te brengen. Gedeelde smart is halve smart, dat is zeg maar het eerste. En geef even 5 lessons learned mee. Dus dat heb ik netjes gedaan. Dus ik heb 5 lessons learned. Ja, ik ben hoogleraar aan de TU Delft. Ik heb robotica gestudeerd en de robots 25 jaar geleden waren nog niet zo goed als ze nu zijn. En de grijpers van de robots die waren niet goed genoeg. Dus ik dacht, als ik naar de medische wereld ga en ik kijk hoe die handen gemaakt zijn, of hoe die handen anatomisch in elkaar zitten, kan ik dat weer terugbrengen
naar de robots. Nou, dat is niet gelukt, maar ik ben wel gebleven in die tussenwereld, tussen techniek en gezondheidszorg. Dus ik ben geworden de voorzitter van de Delft Health Initiative, ongeveer 500 onderzoekers aan de TU Delft die iets doen met gezondheidszorg. En in het kader daarvan ben ik in dit avontuur beland. En dat is convergence. En dat woord zegt u misschien niet zoveel, maar dat is dan misschien een van de lesson learned aan het eind, dat het woord iets betekent. Maar health and technology, by convergence. En ik ben inmiddels de programmadirecteur van, dat, van die beweging. En ik zal u meenemen in de, hoe dat tot stand gekomen is en welke problemen daarbij waren. Ja, dit zijn dan de 5 lessen die ik denk te hebben. Ik weet niet of u dit gezien heeft, maar een tijd geleden hebben onze bestuurders, dus de bestuurder van de TU Delft, Tim van der Hagen, Ernst Kuipers, was toen nog niet zo'n bekende Nederlander als die nu is, Erasmus MC, en Rutger Engels van de Erasmus Universiteit. Die hebben besloten, de weg voorwaarts voor de gezondheidszorg is het slechten van de muren tussen de disciplines alpha, beta en gamma. Die zeg maar de beta zit in Delft. Ja, alpha in Rotterdam en gamma ook een beetje in Erasmus Universiteit. En dat hebben ze gezegd. En vervolgens kreeg ik de taak, samen met heel veel andere mensen, om dat uit te voeren. En dat betekende dat ik ervoor moest zorgen dat er 500 onderzoekers uit de TU Delft verbonden werden met, ik denk wel, een paar duizend mogelijke onderzoekers in de Erasmus Universiteit. En dan ook nog een paar honderd onderzoekers in Erasmus Universiteit, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit. Dus dat was mijn opdracht aan het begin. Hoe doe je zoiets? En dat is dan waar ik over wil vertellen, want dat is wat er in de gezondheidszorg aan de gang is volgens mij. Dat er verwacht wordt voor de problemen die er zijn in de gezondheidszorg, dat de disciplines in convergence gaan samenwerken. Het verhaal gaat dat Tim en Ernst op het vliegveld waren en dat ze met elkaar in gesprek waren en dat ze net een paper hadden gelezen van MIT, of in ieder geval daar hadden ze over gehoord, en dat ging over convergence. En die zeggen eigenlijk, het samenwerken tussen disciplines is een belangrijk onderdeel, maar eigenlijk moet je elkaars taal leren spreken vanuit verschillende methodologieën. Ingenieurs willen altijd modellen maken, social scientists die willen altijd verhalen schrijven. Dus je moet elkaars methodologieën leren en als je die, als daar een crossover is en je kan daar gebruik van maken, dan kom je verder dan in je huidige discipline. Ik heb zo 2 voorbeelden als je dat niet doet, hoe dat er dan uit zou kunnen gaan zien. En ze hebben een mooie tijdlijn gemaakt. Ze zeiden, eerst werd natuurlijk DNA ontdekt in de gezondheidszorg. Toen zijn ze met die sequencing, met die genomics aan de gang gegaan. En nu kunnen de ingenieurs knutselen eraan. Ze kunnen zeg maar met CRISPR-Cas-technieken allerlei veranderingen aanbrengen. Met allerlei ethische problemen van dien. Dus er is een hele scala van problematiek binnengehaald. Die paper die maakt een soort agenda. Die zegt, als je dat dan wil doen in de gezondheidszorg, dan zijn dit de wegen om te gaan. En een jaar of 10 geleden is er in Boston een Convergence Instituut opgericht, het WISE Instituut. En die zijn dus 10 jaar vooruit. En nu hebben Erasmus en Delft besloten om ook zo'n instituut neer te gaan zetten. Waarom zou je sowieso disciplines bij elkaar willen samenbrengen? Het is heel lang goed gegaan, zou je kunnen zeggen, met monodisciplinair onderzoek en misschien met samenwerking tussen verschillende disciplines. Er is een leuk boek, aanrader, van Robert Sapolsky. Dat gaat over behave, dus hoe kan je zeg maar vanuit de biologie helemaal naar gedrag komen. Dus vanuit biologische processen naar gedrag. En die zegt, you have to think complex about complex things. En natuurlijk, ik denk dat dat ook in uw realiteit, dagelijkse realiteit geldt. En hij noemt dan 2 buckets waar mensen in verzeild raken, waar het mis is gegaan. En de eerste, en dat moet ik heel even lezen, dat was John Watson. En die heeft behaviorism op de kaart gezet. En die dacht dat al het gedrag uit de omgeving te verklaren was. Dus vanuit die bucket, dat al het gedrag vanuit de omgeving te verklaren is, zei hij, geef maar een willekeurig kind en ik kan er van alles en nog wat van maken wat je maar wil. Ik kan er een rechter van maken of een, whatever. Omdat dat allemaal beïnvloed was vanuit het gedrag. Grote denkfout natuurlijk, dat weten we nu. De 2e denkfout, ik weet niet of u die kent, dat was Egas Moniet, dat is een Nobelprijswinnaar. Die dacht dat zeg maar de hersenen, de verbinding van de synapsen in de hersenen,
bepaalde of je zeg maar gezond was of niet, of geestelijk gezond was. En als die verbindingen niet goed zijn, ja, dan moet je geholpen worden. En zijn methode, ja, we kunnen interactief doen, misschien ook wel leuk, maar even niet. Zijn methode was, nou dan verbreken we gewoon alle verbindingen tussen de linker en de rechter hersenhelft. Dat is een operatie geweest, heel makkelijk, via de neus naar binnen en dan een mesje, huppakee, gescheiden. Dat is gedaan, veelvoudig, dat was gewoon een huisartsvoorschrift in de jaren 60, volgens mij, 50, 60. Een beroemde case is de dochter van de Kennedys, zeg maar, de president Kennedy. En het hele, die had een dochter en die was een beetje lastig. Was een lastige dochter. Oh. En dus die heeft die behandeling gekregen. Die is daarna nooit meer dezelfde geworden. En die is volgens mij in Londen ergens in de jaren 80 overleden na die behandeling. Nou, ja. Dus dit is zeg maar vanuit een bucket denken over problemen met oplossingen die erbij horen in het dagelijks leven en de problemen die je daarvan op kan hebben. Nou, wat voor disciplines hebben we aan boord in die verschillende instituten? Ja, dat zijn er nogal wat. Dus dat zijn natuurlijk de engineers met robotics, ook bouwkunde natuurlijk, de designfaculteiten, maar ook de social scientists, de economics, health economics, maar ook de AI-groepen zitten erin. Dus het zijn, ja, in life sciences. Dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van convergence. De biologie, en de nanoscience is een nieuw vakgebied geworden. Bio-nanoscience. Oké, dus die hebben we allemaal aan boord. En hoe krijg je die nou samen aan het werk? Tijdens 2020, en jullie moeten even zeggen of mijn tijd, want dat hou ik niet meer, oké. Okay. Tijdens 2020 hebben we dus met allemaal werkgroepen gewerkt. Dus we hebben ongeveer 100 onderzoekers gevraagd of ze wilden nadenken over onderzoek, over onderwijs, over faciliteiten die nodig zijn, over de artificial intelligence, maar ook hoe krijgen we die innovaties die bedacht worden daadwerkelijk, ja, in de markt of in het systeem. Die hebben eind februari de plannen opgeleverd. Toen hebben we daar een heel mooi strategisch plan van gemaakt. Dit is om je een beetje te beïndrukken, zeg maar. We hadden een heel groot plan met allemaal verschillende onderdelen, maar ook met een budget erbij natuurlijk. En de missie van die tak, van convergentie, dus die samenwerking van disciplines, is er om te zorgen dat je zeg maar dat er geen economische verschillen meer zijn in gezondheidszorg. Goed voorbeeld is Rotterdam. Dat weet u dan misschien weer wel. Daarvan wordt gezegd, of tenminste die data, als je naar Rotterdam-Zuid gaat versus Rotterdam-Noord, dus aan de overkant van de Maas, is de gemiddelde leeftijd, hè, bij hoe lang je kan leven, is al een paar jaar verschillend. En dat is alleen maar een Maas die daartussen zit. Nou, dan gedurende het hele leven meer gepersonaliseerde zorg. Dus nu is het eigenlijk, ik kom vanuit het ontwerp, en daar heb je, ja, je kan voor de gemiddelde mens ontwerpen. Dus zullen deze banken waarschijnlijk ontworpen zijn. En zo ziet die gezondheid ook vaak voor de gemiddelde, en dat is dan vaak de westerse gezonde volwassenen, ja, op maat gemaakt. Dus je kan veel meer specificeren als je dat samen doet. En dan dus tailored, dat is belangrijk. En meer naar preventie. Dus hoe vroeger je in die hele zorgketen bij die personen kan die ziek zouden kunnen gaan worden, hoe minder kosten. Misschien de volgende spreker die heeft daar wel getallen bij. Maar je wil eigenlijk zo vroeg mogelijk in dat ziekteproces, als dat er al is, zijn. Oké, toen hadden we dat strategisch plan. Toen was het eind 2020. En toen zijn we nog even verder gegaan. Want toen hebben we die onderzoekers weer gevraagd, ja, hoe richten we dat dan in? Hoe maken we die communities? En om dat te doen, hebben we vier thema's bedacht. Of hebben zij vier thema's bedacht. Vier pilaren waarin mensen elkaar kunnen vinden. In een gezamenlijke doelstelling. En ik zie het een beetje als een deeltjesversneller. Wij proberen verschillende disciplines met elkaar in botsing te brengen. Ja, dat doen we in thema's. En die thema's, die zijn deze geworden. Die zullen misschien ook niet altijd hetzelfde blijven, maar dat gaat van fundamenteel onderzoek. Dus hoe kunnen we op moleculair niveau sleutelen aan de mens om diagnose en behandeling te doen. Wordt nu ook al gedeeltelijk gedaan. Hoe kan je de journeys verbeteren? Dus welke paden hebben mensen door de gezondheidszorg? En hoe kan je daar invloed op maken? En hoe kan je een transitie in de gezondheidszorg bewerkstelligen? Dus hoe kan je sowieso het zorgsysteem
wijzigen. En daar zijn natuurlijk de, bijvoorbeeld Erasmus School of Policy and Health Management mee bezig. Dat is op de wet en regelgeving bijvoorbeeld. En dan nog een vierde tak. En die gaat over hoe kan je technologie en AI inzetten om die gezondheidszorg. Dat zijn misschien de meer klassieke instrumentaria die je doet. Nou, dus dat ook die thema's, die zijn weer onderdeel van een hele structuur geworden, want die thema's die gaan nieuw onderwijs bouwen. We hebben de ambitie om drie nieuwe masters te bouwen in de, over een jaar of drie. We gaan nieuw onderzoek opstarten, wat in flagships is, daar kom ik zo nog op terug. En we gaan die faciliteiten stroomlijnen, want er is van alles en nog wat tussen die instituten, alleen de onderzoekers kunnen niet bij elkaars equipment, ook door wet en regelgeving. Dus die communities die worden gebouwd en dat is voor wetenschappers heel eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Je maakt een call, je geeft wat geld en er komen ideeën los. Dat is eigenlijk hoe we het gedaan hebben. Dit was de open mind call, niet eens zelf bedacht, gestolen van de NWO, die heeft ook een open mind call. Ik dacht, dat is een leuk idee. 125 ideeën en het was specifiek voor de jonge generatie die dan weer gedefinieerd is, want je moet alles heel goed definiëren als maximaal 8 jaar geleden gepromoveerd. En dan kregen we vragen, maar als ik nu eventjes zwanger ben geweest, mag het dan 8 jaar en 3 maanden zijn? Ja, dat mag ook wel ietsjes langer zijn. En het moesten koppels zijn. Het moesten altijd van twee verschillende disciplines uit de instituten, die moesten met een idee komen. Superleuk, 125 ideeën. We hebben er 20 geselecteerd en die gaan nu aan de slag daarmee. Even om te laten zien, dit is dan weer een hypertechneute verhaaltje, maar dat vond ik toch wel leuk om er even in te doen. Dit is zo'n idee waar een grotere groep mee bezig is. Die zegt, als je kijkt in de cellen, dan zouden we eigenlijk een biopt willen nemen, iets eruit halen. Maar dat kunnen we nu niet, want we hebben niet de fijnmechanica die dat kan. In Delft zit een groep, die kunnen dingen op nanoschaal maken. Dus die maken hele fijne instrumentjes om in de cel een biopt, dus iets uit de cel te halen. En zij zeggen dat ze daar nanoshot heten, dat ze daar uniek mee zijn in de wereld. Andere is ook, je kan cellen natuurlijk kweken, dus je kan een cellenfabriek maken. Dat wordt nu ook al gedaan. Er is een Japanner, die heeft ooit een willekeurige cel van de, we staan in het anatomie lab, dat is misschien wel leuk om dan, een willekeurige cel van iemand, die kan je omspoelen in een proces, dat het weer een embryonale cel is. Dus dat die weer alles kan worden. En dat heeft een bepaalde naam, pluripotent induced stem cell. Dus je kan een cel nemen van iemand, die kan je door dat proces doen en dan kan je het weer opkweken naar bijvoorbeeld hersenweefsel of naar bloedvaten of naar weet ik het. Dat gebeurt nu al in Erasmus. Alleen die cellen die hebben zo'n nauwkeurig proces, die moeten gekoesterd worden bijna. Dus dat die moeten er is geen vakantie voor die groep, die moeten altijd in de weekenden, tijdens het kerst, nieuwjaar, moeten ze met die cellen aan de slag. En dan kunnen ze, 3 van dat soort lijnen kweken. Met Delft hebben we nagedacht, als we daar nu eens gewoon een hele machinerie van maken, dat je veel meer van dat soort cellijnen kan maken. We dachten aan 1000, dus we willen van 3 naar 1000. Ja, en dan kan je onderzoek doen. Bijvoorbeeld wat ze daar doen is onderzoek naar als mensen schizofrenie, gediagnosticeerde schizofrenie hebben, kunnen we dan zien als we hersenweefsel opkweken, kunnen we dan andere verbindingen bijvoorbeeld zien dan bij een gezonde groep. Dat soort vragen kan je dan doen. Maar ook, en dat komt alweer een beetje denk ik in de richting van deze doelgroep, de healthy start. Dus hoe kan je het exposoom, noemen ze dat, ik weet niet of dat bekend is, dus de omgeving beïnvloeden, zodat je sowieso de eerste 1000 dagen zijn belangrijk voor een mensenleven en ook voor het gevolg en hoe je in de gezondheidszorg terechtkomt. En de stad Rotterdam, want wat er inmiddels is gebeurd is dat die Convergence, die is gaan rondzingen in die organisaties. En toen zeiden ze, we hebben ook nog de stad Rotterdam. Abu Talib heeft aardig wat geld te besteden, want die hebben de Eneco verkocht. Dus kunnen we iets met die stad? Convergence in de stad. Dat wordt ook nu gedaan, dat heet Resilient Delta. Dus wat er bedacht wordt, of wat er gezegd wordt, is dat die stad een enorm field lab is, die Rotterdam, daar gebeurt van alles en nog wat, veel nationaliteiten, veel processen, en die kan je gebruiken om daar convergence in te doen, dus die methodes van elkaar te gebruiken, en daarmee bijvoorbeeld logistieke problemen aanpakken en opschalen naar andere steden. Maar ook de gezondheidszorg. Dus een van de allerleukste
projecten, ideeën die er nu zijn, is dat er een groep in Erasmus zit. En die zegt, ja, wij kunnen wel kijken als er ergens een McDonald's komt, wordt neergezet. Hè, dan hebben die Generation R, dus ze volgen al die hele generatie. En dan zien ze wel effecten op die gezondheid van die omwonenden, maar ze kunnen niet ingrijpen. Dus ze kijken alleen maar achteraf, ja, wat gebeurt er met die stad en kunnen we iets registreren. En in dit project kunnen we ook, tenminste is het idee, ingrijpen in de stad. Dus je kan zeg maar interventies doen op stadsniveau en de gevolgen voor de gezondheid bestuderen. Dat zijn de plannen die er nu leven. En dan kan je ook digital twin. Ja, ik moet even wat snel. Ja, communicatie. Communicatie is belangrijk. Want het gaat er eigenlijk om dat zeg maar, mensen elkaars taal leren spreken. Dat is eigenlijk het begin waarin je is. En dan, daardoor hebben we een soort marktplaats gemaakt waarin je vragen kan neerleggen. En dan kijken, we hebben mensen liaisons benoemd, een soort verbinders in de organisaties, die die vragen dan verbinden aan de andere groepen. Dus we hebben een heel netwerk van de vragen. En dan, ja, strategisch plan. Je moet altijd groots denken, vooral als de bestuurders in de krant komen met dit soort ideeën. Dus dat hebben we dan ook maar gedaan. Dus wij zeiden, oké, als we dan gaan starten, en dat is eigenlijk dit jaar gebeurd, dus dit is een beetje de timeline, maar eigenlijk zitten we nu hier. Dus we hebben, nu doe ik iets verkeerds. Eigenlijk, we zitten in juni, we hebben die open mind call gehad. Ja, nee, het is goed. Ja, dank je. Nu hebben we de flagship call. Dus wij zeggen, oké, nou willen we grotere plannen hebben. Dus ideeën is leuk, maar nu grootse proposities, die call staat nu open, zijn dan iets van 30 groepen. En we zeggen, je moet minstens met 10 personen zo'n plan maken. Nou, er zijn iets van 30 groepen nu bezig met die plannen. Die wordt in oktober omgezet in een echte call voor de gemeenschap intern. En dan is het idee dat in 2022 de Big Bang is. Dus 10 van dat soort flagships, proposities voor de gezondheidszorg in het onderzoek worden gelanceerd. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de impact. Het gaat niet om leuke onderzoeksprojecten. Dus er wordt ook continu aan die impact gedacht. Dat is eigenlijk een randvoorwaarde. Oké, dus de lessons learned. Ik hoop dat u ze opgeschreven en meegepikt heeft. Ja, er is een gevaar voor monodisciplinaire aanpak van problemen, maar dat zal geen nieuws zijn, denk ik, voor deze groep. Thema's werken enorm goed als je zeg maar onderzoekers in mijn wereld wil verbinden, want die voelen zich thuis, die weten hoe ze kunnen bijdragen. Die communicatie is een belangrijk middel, deeltjesversneller, dus zorgen dat ze elkaars taal spreken. Ook communities als middel en de communicatie als verbindel. Ja, en eigenlijk als ik kijk hoe communiceer ik nu met de board, dus de personen die het geïnitieerd hebben, eigenlijk alleen maar via het budget. Maar ja, dat zal ook waarschijnlijk weer geen nieuws zijn. Dus wij komen met hele grote plannen en zij zijn altijd weer een beetje aan het, financieel aan het temperen, zou je kunnen zeggen. Ja, dit was mijn bijdrage. Dank jullie wel. Dankjewel, Richard. Ja, ik bedoel, een betere inleiding als van waar ze wetenschap mee bezig, zeg maar even die vloer leggen, had ik me niet kunnen voorstellen. Ook omdat dit voor mij in ieder geval onontgonnen gebied is. Ik kom uit de fysieke hoek, dus ik speel vooral de rol van deskundige niet vandaag. Een vraag die mij bezighoudt, en ik stel die niet omdat ik, dat is ook een beetje om jullie uit te nodigen om ook een vervolgvraag te stellen, maar wat vraagt dit nou ook in termen van attitude of houding van onderzoekers die misschien ooit hebben gekozen juist voor die, weet je, dat nanodeeltje snappen en bewegen helemaal in kaart brengen en dan komt er een keer, ik bedoel, het is geld gedreven, helpt om dus blik te verruimen, hè, maar kun je daarop reflecteren, omdat dat volgens mij ook de zoektocht is, de spiegel van wat je in natuurlijk de praktijk wel meemaakt, dat mensen ooit een vak hebben geleerd en nu integraal in samenhang, in teams moeten werken rondom thema's. Ja. Maar niet iedereen gegeven. Nee, het is ook zo, weet je, niet iedereen is even enthousiast over dit verhaal als ik, ook in Delft. Dus er zijn ook mensen die het helemaal niet zien zitten. Er zijn ook mensen die nu zien, oké, het wordt wel iets en nu willen ze aansluiten. Eigenlijk zit zeg maar, de meeste onderzoekers die ik ken, die willen zeg maar onderzoek doen, net zoals wij, maar die willen toch ook wel weer de resultaten daarvan in de society zien. En die vinden zeg maar die toepassingsgebieden interessant om problemen weg te halen. Dus je kan zeggen, laten we eens naar een ziekenhuis kijken, naar een complexiteit die daar is. Er is
professionals zijn aan het werk, er zijn mensen aan het helpen daarmee. Ze moeten volgens bepaalde protocollen werken, ze moeten de handen zo wassen. Er zitten allerlei interessante onderdelen in het proces ziekenhuis. En ik denk dat ze dat interessant vinden, dus dat je daar leuke goede problemen weg kan halen. En dan met jouw vakgebied een oplossing daarop kan bieden. Ik denk dat dat een van de drijfveren is. En het is het gevaarlijkst, dit gebied, zou je kunnen zeggen, voor de jonge onderzoekers. En dat heet er geen jonge onderzoekers, early career researchers. Mm-hmm, mm-hmm. Dus die zijn vroeg in hun carrière. Die moeten dat hele traject door de academische wereld. Nou, stel dat ze hier ingaan, dit is een nieuw gebied. Ja, wordt dat erkend door de buitenwereld? Kunnen ze niet beter in hun zuil blijven en dan daarmee publicaties maken, et cetera? Dus dat is... Dus gekoppeld aan dit proces zit ook een HR-stuk. Dus hoe zorgen we ervoor dat dit soort dingen beloond worden? En er zijn 5 van dit soort convergentie-initiatieven in Europa, dus daar gaan we ook mee samenwerken, weet je. Dus, maar daar, voor hun is het misschien het meest risicovol, voor jonge early careers. Nou, ik vind het fantastisch, ook voor dit inkijkje weer. Ja. Ik kijk even rond, hè, want we hebben beperkte tijd, ja, dat is altijd bij dit soort bijeenkomsten, of er bij jullie brandende vragen zijn, verdiepende vragen, want daar is daar nu kort gelegenheid voor. Jan. Nee, ja, dus je hebt het hele scala. Dus je kan zeggen, weet je, die fundamentals die zijn ietsjes verder nog van de daadwerkelijke toepassingen. Maar die kunnen wel schetsen wat de gevolgen zijn als ze bijvoorbeeld op celniveau diagnostiek kunnen bedrijven, et cetera. Dus daar, dat is meer een belofte. En aan het andere eind zitten bijvoorbeeld die... om een voorbeeld te noemen. Ik ben zelf betrokken bij Spreekkamer 2030 project. En daarvan zeggen we, nou ja, wat is er allemaal veranderd in die spreekkamer in de afgelopen 100 jaar? Ja, niet veel. Er is een computer naar binnen gereden. En daar gaan ze mee praten. Dus kan je niet met nieuwe technologie veel efficiënter in die zorg gaan werken? Er zijn iets van 10 groepen in Erasmus Universiteit. Ja, die waren gedeeltelijk al ermee bezig, maar die worden nu gecombineerd. Dus, moet je naar de dermatoloog als je je wondje even wil laten testen? Of kan je gewoon een foto nemen met je mobiel? Ja, antwoord is ja, dat gebeurt nu. Is het zeg maar, er zijn allerlei afspraken en dat is eigenlijk alleen maar een controleafspraak. Hè? Want na een jaar moet je een controle, dan weten ze al in het ziekenhuis, nou, hartstikke goed, je hoeft niks te doen. Moet je naar zo'n afspraak? Ja, zitten ook zeg maar, sommige mensen willen dat. En dus dat wordt al gedaan. Dus er wordt alweer teruggeschroefd in het aantal noodzakelijke bezoeken aan het ziekenhuis. Dus zeg maar in die meer toegepaste tak, zie je nu al concrete projecten. En maar ik ben nog niet zo ver dat ik wil zeggen van nou, we hebben zoveel mensen, 60 is minder geworden doordat wij dat hebben gedaan. Nee, dat is nog een beetje vroeg, nee, ja, inderdaad. Nee. Maar dat dus die studies, dus die validering van dat soort proposities, dat zit wel in de processen. Dus het is nu niet zo dat ik kan zeggen, nou ja, we hebben van 1000 Rotterdammers de levens 3 maanden verlengd. Dat, weet je, maar dit zit wel ingebakken in het proces, dat dit gezegd kan worden over een bepaalde tijd. De potentie kun je al duiden. Ja. 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 Omwille van, één vraag nog. Ja. Ja, en dat is ook een hele goede vraag. Dus zeg maar... Waardoor laten wij onze agenda sturen? Hè? Dus je kan zeggen, er moet geld voor onderzoek gegaan worden. Dus gedeeltelijk door Europese subsidiestromen. Gedeeltelijk door nationale subsidiestromen. Door de missies van VWS en LSH. Door de groeifonds. Maar daarnaast heb je ook nog zeg maar, interesse gedreven onderzoek vanuit de onderzoekers. Wat niet direct nog een plek heeft binnen die subsidieprogramma's. En daar, we hebben zeg maar, een programma gestart, noemden we het Impulsprogramma. En daar hebben we 34 postdocs posities gecreëerd, zelf, als instituten, om zeg maar, ook dat soort mogelijkheden te bieden. Maar ja, de hele academische wereld is gestuurd door geldpotten die opdoemen op allerlei plekken. Ja, helaas. Ja, ja, jou kan ik het niet weigeren, Tom. Maar één korte vraag nog en een kort antwoord. Een interessante parallel met jouw verhaal is,
een ja. netwerk gaan bouwen van allerlei expertise die ze nodig hebben om dan het bod te doen. Ja. En ik vroeg me af dan, in hoeverre is er al gesproken met, of een beetje in relatie tot de vorige vraag, met lijkbedrijfsleven? Ja. Nee, ja. Ja, de stad is inderdaad, dat is een goeie dat je dat zegt. Dus eigenlijk, dit is een deel van het strategisch plan. Hè? Dat is, ik liet de inhoudsopgave zien. Er moet uiteindelijk een ecosysteem komen met ook bedrijvigheid die wordt gecreëerd. En er zijn natuurlijk allerlei grotere bedrijven die nu al nou ja, met de ziekenhuizen aan tafel zitten. Philips, Siemens en dat soort dingen. Maar er is ook veel midden- en kleinbedrijf die zeg maar graag in dit soort communities springt. Dus dat wordt, is wel in de strategische plannen voorzien. Een van de voorbeelden, ja, ik heb nog een nee, sorry, ik dacht dat er iemand binnenkwam, oh, nee, daarom ja, denk ik dacht, zo. Nee. Een van de voorbeelden die we gezegd hebben is, oké, okay, hartstikke leuk dat je elkaar kan ontmoeten op een virtuele marktplaats, maar je hebt ook die plekken nodig. Dus we hebben Convergence Squares gemaakt in de verschillende instituten. In Delft moet die nog komen trouwens, maar in Rotterdam staat die al. En je ziet al, dat staat ergens in een deel van het gebouw, daar zitten nu op de verdieping daarboven start-ups. Die willen heel graag in de, ja, in de gebieden van die Convergence Squares zitten. Die kunnen dus ook weer investeren, et cetera. We gaan afronden. Niet omdat ja. we niet zo door zouden willen praten, ja. maar omdat we nog twee gasten hebben. Dank, Richard. Ja. Ik hou hier ook, nee, even voor jullie allemaal, wij zorgen ook dat in het verslag waar dat relevant is, links komen en zo, naar waar mensen dieper kunnen graven. Hè, dat, daar komen we via jou wel achter. Omdat ja. ik ook ben geïnteresseerd in, ze hebben de achterliggende filosofie, omdat die volgens mij in veel meer domeinen, ook buiten de wetenschap, ja. toepasbaar is om tot... Nou ja, doorbraken te ja. komen. Maar dat is die hobby ga ik op een ander moment uitleven. Ja. Paper. Dank. Ja. Nogmaals applaus ja. voor Richard. En jij zei het al, Richard, hier werden vroeger dus de lichamen ja. binnengereden. U ziet de rails nog liggen. En dan zat het publiek, de student zaten te kijken. Dus nou, we bouwen wel voort in de traditie. Nee, blijf staan, Jeroen. Ja. Ik had jou al aangekondigd. Heel fijn dat je er bent. Ik zei al, toen ik bij mijn vrouw die in de gezondheidszorg werkt, zei van ja, wie moeten we nu hebben? Wie is een inspirerende strategische denker, verteller? Die zei, ja, dan moet je Jeroen Kemperman. Ik zei, ja, dan gaan we dat doen. En jij reageerde gelukkig positief. Dus heel fijn dat je bent. Ja, leuk. Aan jou de vloer. Dank. Leuk hier te zijn. En ja, en inderdaad, dit is een hele toepasselijke ruimte natuurlijk. Hè. Als we het hebben over de combinatie tussen gebouwen en wonen en zorg en gezondheid, dan is natuurlijk dit een ziek interessante ruimte. Dank. Je hebt natuurlijk al een beetje de clue verraden, maar jullie weten nu waarom het hier zo'n aangenaam lichte ruimte is. Hè. Dat is niet dat je mij beter kan zien, maar dat je dus hier de lijken beter kan zien. Zoals je snijdt en het een beetje meemaakt, hè. Dus dat is deze ruimte. En we hadden het net even over waar komen vragen vandaan om te onderzoeken. Ik ben zelf altijd toch wel een beetje van de verwondering. En inderdaad wat convergentie in de zin van hey, verschillende werelden met elkaar combineren. Nou, ik doe bij Achmea, werk bij Zilveren Kruis. En dat is eigenlijk de zorgtak van Achmea. Ik doe daar strategie business development. Ik moet gewoon strategische planning maken, visie ontwikkelen, fusies, overnames, allemaal coördineren en zo. Maar gelukkig mag ik ook business development doen en dat is meer de verwonderingstak. En een van de terreinen waar ik maar een tijdje over aan het verwonderen ben, is meer wonen en zorg. En jullie weten, het verschil tussen, laten we zeggen, tussen een goeroeg en een gek is het aantal volgers. Nou, wonen en zorg heb ik echt 8 jaar lang inderdaad echt geen volgers gehad. Snapte echt mensen niet waarom ik dat een interessant domein vond. Maar ik wil jullie een beetje meenemen waarom ik denk dat een interessant domein is. Dus we beginnen dat ook steeds meer te zien. Dus nu zie je inderdaad dat echt, je hebt in Achmea over waar zien we synergie. Dan is tussen het woondomein, waar bijvoorbeeld Sinteres bij ons heel actief in is, maar ook het hypotheekbedrijf en dat soort dingen. En het zorgdomein, dat is wel een van de plekken waar we echt geloven dat we elkaar kunnen versterken als we nou, maatschappelijk relevante ontwikkelingen en vraagstukken willen oppakken en daar iets zinvols voor willen doen. Daar ga ik een beetje wat over delen. Dus zorg en verstedelijking, historisch perspectief op de toekomst. Dus ik ga meteen hup, ver naar achteren en ver naar voren en de hele toestand verkleuren. 5 strategische focusgebieden hebben we inderdaad in de gemeente. Ik vertelde net al even. We zijn van de mobiliteit, dus Centraal Beheer en Interpolis en zo zitten ook bij ons in de club. Ook interessant. Veilige en duurzame wonen- en leefomgeving, dat is waar we het nu ook wel wat over hebben, met onder andere een club als Sinteres. Gezondheid, met inderdaad Zilveren Kruis als een beetje leidend ding. Ondernemen zit er vrij diep in, daar zitten ook veel raakvlakken tussen zorg en ondernemen. Hè. Dus 50% van onze zorgverzekeringen zijn 4 werkgevers, om met name daar ook te helpen. Daar zijn we trouwens bezig met dingen als
bedrijfsinrichting en hoe je bedrijfscollecties in kunst kan gebruiken om andere stemmingen te creëren en allemaal van dat soort grappige dingen. Maar het zijn wel andere raakvlakken. En financiële oplossingen voor nu, straks en later. Dus dat zijn dingen als pensioen. Wat trouwens wel interessant is, want pensioengeld kan je deels weer gebruiken om te investeren in bijvoorbeeld vastgoed. En dat doen we nu dan weer vaak in oplossingen waar dan ook ouderen in kunnen wonen. Dus er zijn nog wel wat raakvlakken hier tussen, hè? Die ook echt wel interessant zijn. En bijvoorbeeld een hele fascinerende, die zou ik je niet onthouden, maar daar ben ik zelf echt gepuzzeld door. Ik zit ook wel in de club van de participaties. Dus een nieuwe participatie die we hebben is Landlife. En Landlife is een club die zit in herbebossing. En ik denk, dit zijn al mensen die misschien daar nog ooit invloed op kunnen hebben over hoe we dat moeten doen. We hebben natuurlijk heel veel andere beplanting nodig dan we tot nu toe hebben. Landlife is een club die zit met name de CO2-rechten. Ik vind dat een hele perverse, vreemde markt, maar dat terzijde. Maar de expertise die ze daarvoor opbouwen is op het gebied van herplanten van bomen en bossen. Dus ik heb ze nu even contact gebracht met onze verzekeringsmaatschappijen die we ook hebben in Griekenland en in Turkije. Want daar hebben ze plotseling wel wat te herplanten. En als je kijkt wat daar met die branden verkeerd is gegaan, dan dat ga je niet oplossen met blussen. Je kan het ook amper verzekeren. Maar als wij zitten in dat soort risico's, dan kunnen we wel met overheden kijken hoe je in dat soort gebieden anders moet planten. Zodat je een beetje voor elkaar kan krijgen dat daar iets minder branden zijn. Dat je temperatuur iets naar beneden krijgt, dat soort dingen. Dat is grappig dus in zo'n concern als Achmea. Zolang ik ook nog maar wat normaal werk doe met gewoon plannen en zo, laat ze dit soort dingen gewoon doen. En dan denkt hij, hé, dat is grappig dat hij dit Landlife bedrijf heb gekoppeld als Intermerken collega's om eens te kijken. Nou, zo is er ook een domein waar ik me erg in geïnteresseerd heb, dat is inderdaad wonen en zorg. En daar wil ik wat inzichten over delen. Voor jullie waarschijnlijk allemaal niet nieuw, maar voor mij en veel mensen is dat nog best wel dat ze niet helemaal wisten. Wat je eigenlijk ziet is, als je kijkt naar wat er gebeurde met het aantal mensen in Nederland sinds 1960, hè, dan weten jullie, dat is niet zoveel gestegen, dat is ongeveer 30% bijgekomen. Hè, dus als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld in Amsterdam is gebeurd sinds 1960, hè, dan zie je zelfs dat het aantal mensen dat erbij is gekomen ongeveer nul is. Dus wat naar beneden gaat, wat omhoog gaat, en we zitten ongeveer op 1960 nu. Toen woonden alleen veel meer mensen in Amsterdam. Als je kijkt waar ik woon, in de Jordaan, daar woonden ooit, dan moet je wat verder terug, 1910 ongeveer, woonden daar 90.000 mensen. Nu woonden er nog 19.000 mensen. Nu woonden er 90.000 mensen in het hele centrum Amsterdam. He, dus waar er ooit 400.000 woonden. He, dus wat je ziet, wat er verandert in Nederland, is niet zozeer dat er zoveel meer mensen bij komen dat we niet genoeg bijbouwen. Wij bouwen verschrikkelijk hard bij, alleen het aantal woningen dat we bijbouwen is niet in gelijke tred met het aantal huishoudens. Dus het gaat niet om het aantal mensen wat we in Nederland hebben, maar het gaat om het aantal huishoudens. Het aantal huishoudens is namelijk verdubbeld en met name het aantal alleenstaande huishoudens is nu 475%, dus 375% bijgekomen. Dus dat zijn echte schokkende ontwikkelingen. Als je dan kijkt wat dan mensen per huishouden, dus van 3,5 persoon naar 2,1 persoon, woning per persoon 65 vierkante meter, Amsterdam 49, alleenstaand 88, oudere mensen hebben natuurlijk flink wat meer. Als je nu dus nieuwe woningen moet opleveren en waar je het hebt in die woonagenda, dan zou je zien dat je toch wat moet doen voor die alleenstaande en eens moet kijken wat er gebeurt. En als je dan even de link zoekt naar zorg, hè, dan moet je even terug naar je eigen situatie. Jullie zijn allemaal heel erg jong, dus opa's en oma's, als daar iets gebeurt met één van de twee, hè, dan moet je meteen lijstjes gaan maken wie voor wie gaat zorgen. Dus alleenstaan is voor de zorgbehoefte die je hebt, als er niemand is die gewoon dagelijks om je heen kijkt en een beetje je in de gaten houdt, is verschrikkelijk. Dus als je het hebt over betaalbaarheid van de zorg, is dit een van de grootste uitdagingen die we hebben. En dat is inderdaad waar we een tijdje aan bezig zijn van, maar hoe doe je dat dan? En waarom bouwen wij dan met name, laten we zeggen, gezinsachtige woningen? Hè? En als we nieuwe woningen opleveren, zijn het ook vaak gezinsachtige woningen. Die er helemaal niet op gericht zijn, dat je ook sociale interactie hebt met anderen. Dus we kunnen een Tinder oprichten voor senioren. Daar zijn we ook af en toe wel wat serieus aan het kijken. Dat lijkt me ook heel veilig. Je kan mensen trouwens ook, jullie weten wat er gebeurt met levensverwachting van mannen en vrouwen als partner overlijdt trouwens. Dat is bij vrouw gebeurt er ongeveer niks. En bij de man gaat die ongeveer door de helft. Echt waar. En dat heeft dus te maken met de mate waarin je staat bent voor jezelf te zorgen. Het heeft niet te maken met de mate waarin een ziekenhuis wel of niet je accepteert. Ik hoop dat ik van een andere generatie ben, maar ik betwijfel het, om eerlijk te zijn. Dus we zullen zien. Ik mag vooral hopen dat mijn vrouw mij overleeft. En het is dus ook trouwens niet gek dat mannen dan vaak wel snel weer een nieuwe partner kiezen en zo. Dat is puur zelfbouw. Als dat je trouwens niet lukt, kan je altijd nog een hond nemen. Dat scheelt een jaar.
qua levensverwachting. Dus dat. Er zijn correlaties, als je het hebt over convergentie, zorg, wonen, er zijn correlaties die je niet per se had verwacht, maar die er wel heel erg zijn. Als je kijkt naar wat we te doen hebben op het gebied van zorg en alleenstaande, zie je dat de zorgkosten verdubbelen in de komende tijd. Hè? Het ligt een beetje aan wat je meerekent, hè? Want als we kijken naar de uitgebreide definitie van zorg, dan zitten we al op een 100 en dan wordt het richting 200. Hè? We gaan naar een tekort van 175.000 zorgverleners. Hè? Als je iedereen alleen laat wonen en je probeert dat op te lossen met formele zorg, dat is kansloos. Dat gaat echt niet lukken. Als je kijkt naar waar chronische aandoeningen vandaan komen, die hebben alles te maken met leefstijl. Dus inderdaad, er zit een maat tussen, maar de levensverwachting, hè, dus die, de levensverwachting tussen hoog opgeleide, lager opgeleide, is ook als er geen maat tussen zit, 7 jaar. Maar als we het hebben over gezonde levensverwachting, is het zelfs 14, 15 jaar. Dus nog veel heftiger, hè. Dus als we het hebben over correlaties, dat zijn dat niet dingen in Nederland waar mensen niet naar een ziekenhuis kunnen. Wat trouwens in 6-9% van de wereldbevolking woont in landen waar niet iedereen zelf ziekenhuis kan. Maar dat hebben wij wel opgelost. Maar nog steeds zie je dat soort cijfers en die heeft dus te maken met heel ander soort correlaties. Of je mensen om je heen hebt die om je geven, of je een beetje voor jezelf kan zorgen, of je gezond eten koopt of niet. En dat soort dingen. We gaan naar 400.000 mensen in de negatieve schattingen met dementie of beginnende dementie. In combinatie met het aantal alleenstaanden, hè, is dit echt verschrikkelijk. Hè? Je hebt nu al dat er hele panden amper en gebouwen amper te verzekeren zijn, omdat je weet dat de risico's, de brandrisico's, gigantisch zijn. Dit zijn trouwens ook vaak alleenstaande mannen en dan roken in bed. Als je weet, geïnteresseerd zijn in feite. Deze branden. Maar we gaan naar 1,8 alleenstaande senioren. Er zijn vrij veel correlaties inderdaad tussen gezondheid. Dus als je mensen vraagt naar gezondheid wat meer vanuit breed perspectief, dan zie je dat dat niet alleen maar gaat over zorg voor het lichaam en zorg voor de geest en lichamelijk wel of niet, laten we zeggen, een diagnose hebben. Hè? Maar dat gaat ook over voeding en bewegen als een belangrijke invloed op je hele stofwisselingsachtige aandoeningen. Dus de hele chronische aandoeningen zijn voor het grootste deel de stofwisselingsachtige aandoeningen. Dus COPD, hartaandoeningen, diabetes en dat soort dingen. En niet uiteindelijk, hè? Dat is vaak een gevolg als je die andere hebt. Vaak staat een correlatie tussen, is ook logisch, want stofwisseling is één ding. Hè, dus dit hangt allemaal vrij goed met elkaar samen. Hè, dus het lijken allemaal verschillende aandoeningen, maar dat is niet helemaal zo. Hè. Veel daarvan wordt veroorzaakt door voeding en bewegen. En zorg voor de geest, hebben we het inderdaad over slapen, ontspannen, dat soort dingen. Hè, dus een van de dingen waar ik zelf door gefascineerd ben momenteel, is hoe je verschillende eigenlijk gemoedstoestanden kan stimuleren. En dat online, met muziek en dat soort dingen. Dat doen mensen al vaak intuïtief, hè, met ademhaling. Ze hebben trouwens een app voor ontwikkeld, dus ga je meten en ga je mensen ook feedback geven en ze helpen om intuïtief dat te veranderen. Maar ook offline. Dus hoe kan je een omgeving creëren, dat zijn inderdaad kunstcollecties en dat soort dingen, hoe kan je een omgeving creëren waarin mensen zich gezonder voelen. In Nederland trouwens, geestgezondheidszorg is natuurlijk echt verschrikkelijk. Hè? Dus we hebben nu nodig op elke 100.000 inwoners, hebben we nu 540 mensen in de geestelijke gezondheidszorg werken. In de wereld is het gemiddeld, ik weet niet of jullie een idee van hebben, dus iemand een clue? 9. Tekent wel de ontwikkelingslanden mee, hè? Dus, maar 9. 540, 9. De oplossing en het vraagstuk is niet een vraagstuk van we gaan nog meer mensen daarin zetten. Dat kan wel, maar dat is niet de kern van het vraagstuk. Hè? Dat gaat over dingen als, weet je in welk gemoedstoestand je zit? Kan je die gemoedstoestand veranderen? En dat is trouwens inherent aan zowel jeugdzorg als millennials die eruit vallen, als inderdaad senioren, hè? Waarbij we wel verschillende gemoedstoestanden hebben. Ze hebben laatst een beetje stelling, alle gemoedstoestanden zijn goed, je moet alleen wel zorgen dat je niet de hele tijd alleen maar in één zit. Hè? Dus het is go, 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 hard werken is hartstikke prima. Alleen als je dat alleen maar doet, hè, dus rammen, rammen, rammen en nooit slapen, hè, ja, dan ga je uiteindelijk een 20e eeuwse burn-out krijgen. Als je de hele tijd in een soort flow wil zitten, helemaal niet rammen, 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 maar wel sociaal, verbinding, open voor iedereen, leuk, lief, delen. Dat is een soort millennial burn-out van de 21ste eeuw. Hè? Die zijn ook wel vrij erg. Als je de hele dag in een soort lethargie, mindful aan het dromen bent, dat is top om te doen. Allemaal trainingen voor, yoga, kan je per uur voor betalen en dat soort dingen. Maar als je het de hele dag doet, word je echt heel ongezond van. Dan word je echt qua levensverwachting, gaat hard naar beneden. Hè? Dus die dingen ontdekken we steeds meer, die hangen in hoge mate met elkaar samen. Als je kijkt naar hoe dat qua correlatie zit, de geboortesituatie bepaalt heel erg je sociale conditie. Dat is een grote invloed op je leefstijl. En je leefstijl beïnvloedt heel erg je ziekte. Als je kijkt naar geboortesituatie en leefstijl, beïnvloedt samen je echte leeftijd. En die kan dus inderdaad wel dat soort factoren van 14, 15 jaar uit elkaar lopen. Als we het hebben over
gezonde levensverwachting, dus gezonde levensjaren, en anders zo'n 7. Wij zijn vanuit de zorg traditioneel vooral aan het kijken naar die ziektekant, dus wij doen eigenlijk alsof die kant amper bestaat. Dus wij kijken vooral naar de ziekte- en overlijdenkant. En als je kijkt naar de medische wetenschap, nou, laten we zeggen, gelukkig is er meer dan de anatomie. Hè? Dus het duurt inderdaad, hadden we het net al over, wat langer voordat mensen hier liggen dan vroeger. Hè? Daar zijn we goed in. Elke week komt er een weekend bij qua levensverwachting. Dat is al sinds 1900 ongeveer zo, dus dat is echt wel top. Hè? Maar we zijn vooral steeds beter geworden in het voorkomen dat mensen van een ziekte overlijden. Dat noemen we chronische aandoeningen. Dat betekent, we maken iemand niet beter, maar we zorgen dat hij niet overlijdt. De truc is natuurlijk dat we ook manieren gaan vinden om ervoor te zorgen dat we daar wat doen, waarmee mensen inderdaad überhaupt die ziekte niet krijgen. Of ook weer beter worden van een ziekte, want deze pijl die staat nu die kant op, maar een ziekte is niet onomkeerbaar. Dus meten stofwisselingsachtige aandoeningen zijn ontstaan door leefstijl, maar zijn ook omdraaibaar door leefstijl. Dat ontdekken we steeds meer. En het zelfherstellend vermogen van het lichaam is vrij sensationeel. Dus als je het hebt over waar de echte doorbraak vandaan komen, dus waar jullie ook... Immuunsysteem, let op immuunsysteem. Dat is echt de mate waarin een lichaam zichzelf kan herstellen, is gigantisch. Denk ook maar gewoon als je zelf ergens een wondje hebt of iets in de richting, of je breekt iets of zo. We kunnen het een beetje tegen elkaar aanzetten, maar de rest doen we niet. Het is niet alsof je opensnijden dan aan elkaar lijmen. We zorgen gewoon dat het weer aan elkaar gaat groeien. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Ook als je kijkt naar dingen als kanker, wat verkeerd gaat, wat het kan oplossen. Zelfherstellend vermogen van het lichaam is echt een van de sleuteldingen. En je kan wel wegstralen en wegsnijden en dat soort dingen, maar daar krijg je hem uiteindelijk niet goed mee. En het probleem van kanker begint natuurlijk dat je immuunsysteem niet meer herkent dat er ergens een celdeling verkeerd is gaan. Dat die celdeling verkeerd is gaan, dus inherent aan cellen die zich delen. Dat is niet nieuw. Dus dat soort dingen. Betekent voor ons ook dat wij steeds breder moeten van betalen verzorgen, het regelen verzorgen en het verbeteren van gezondheid. Dat we een ander soort domein hebben, ook ander soort partners hebben. Convergentieachtige dingen moeten doen, veel meer moeten doen ook bijvoorbeeld met gemeenten en dat soort dingen, en dingen als woondomein. Dus we gaan van de rol van inkoper voor zorg naar het speler in het zorgveld en een partner in gezondheid. En van vergoeden van zorg ook wegwijzen van zorg. Dus bijvoorbeeld inderdaad kijken of mensen kunnen helpen om bijvoorbeeld die monitoring thuis te doen. Waar trouwens niet zozeer de technische barrières momenteel zitten, maar vooral de sociale en financiële barrières. En op de een of andere manier komt totaal niet voor elkaar. Corona heeft wel iets versneld in de digitalisering, maar vooral... Laten we zeggen dat we elkaar bellen, dus dat we precies hetzelfde doen als daarvoor, maar dat we het nu doen via een telefoondraad. En misschien nog wat schermpjes of zo. De echte gewoon innovatie in de zin van dat je processen gaat automatiseren, monitoring gaat automatiseren, protocollen, behandelprotocollen, algoritmes van maakt. Vinden mensen, dat zijn ze nog steeds niet gewend. Dus het is echt, we hebben een sector met extreem veel PhD's die redelijk dom is als het hebben over toepassen van artificial intelligence om algoritmen te verbeteren. Überhaupt zijn er weinig mensen die begrijpen dat een behandelprotocol en een algoritme ongeveer hetzelfde is. Die wereld komen een beetje vandaan. Dus daar moeten we langzaam zeker in. En verbeteren van gezondheid. Partner gezondheid, motiveren, gezond gedrag. Dat betekent onder andere dat we moeten kijken naar wat kunnen we doen inderdaad met mensen thuis. Dus een integrale visie op gezondheid. Ook samenwerken van de ketenzorg en hoe we dat allemaal doen. Netwerkvorming in de zorg, dus hoe hangt dat allemaal met elkaar samen? Zorg op afstand en in huis regelen, dat soort monitoring thuis. En dan in dat liefst met protocollen monitoren, medical service center eraan gekoppeld en kijken bij welke waarde moet je wel naar het ziekenhuis, wanneer is niks aan de hand, wanneer naar de huisarts en dat soort dingen. Is niet zo heel moeilijk, technisch, maar sociaal gezien echt verschrikkelijk lastig om erin te krijgen. En inderdaad die kwetsbare groepen thuis. Wat we hebben gedaan, we hebben met Sintrus hebben we net een visie ontwikkeld en naar buiten gebracht, waarin we eigenlijk hebben gezegd, hey, als we dan dat soort ontwikkelingen zien met huishoudens en we zien dat ze het alleen staan en weten wat gebeurt met zorg als je alleen woont en als je ook gewoon echt alleen woont. Als we dan nieuwe woningen gaan opleveren, kunnen we dan voor zorgen dat van de miljoen, die her en der werd geroepen tussen 1920 en 1940, dat er dan in ieder geval 500.000 zijn voor ouderen. En dan bij voorkeur niet alleen levensloopbestendig, zodat een beetje met je meegroeit, maar ook op zo'n manier dat het vooral voor alleenstaanden is. Want dat is de grote demografische verandering. Voor de rest zijn alle groepen ongeveer gelijk over 20 jaar. Dit is de groep die verdubbelt. Dus die gaat, toen ik begon dit een beetje te studeren, zaten we onder een miljoen. We gaan naar 1,8 en we zitten nu op 1,2 ongeveer. Dus je hebt 500.000, dat is een vrij conservatieve schatting. En dan zou je nog steeds heel veel moeten aanpassen gewoon in bestaande woningen om dat te doen. En we willen het liefst geclusterde woonvormen. Dus woonvormen waarin ook als je alleen bent en niet die Tinder hebt gedaan. En verder wil komen dan alleen een hond nemen. Dat je dan mensen om je heen hebt die een beetje ook op je letten. En een beetje zien wat er verkeerd gaat en dat soort dingen. Gaat niet zo echt over zorgen. Gaat niet dat mensen dan
laten we zeggen, elkaar onder de douche zetten of billen gaan afvegen of dat soort dingen. Hè, waar allemaal mensen niet zo willen. En dat kan ik me ook voorstellen. Maar het gaat er wel om dat als jij niet naar buiten bent gekomen, dat iemand ziet. Of dat je even een boodschap voor iemand kan meenemen. Of iemand even kan helpen. Of dat als je een bankje voor je huis zit, dat je dan een praatje kan maken met iemand. Hè. Gewoon dat soort simpele dingen. Hè. Dus dat soort dingen. Dat vraagt veel meer duurzame combinatie wonen en zorgen. Vraagt samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars, coöperaties, projectontwikkelaars en dat soort dingen. Dit zijn bij ons gescheiden wereld van ASEA en Achmea, maar het zijn ook in gemeentes, want zijn dit niet per se dezelfde domeinen. Dat begint elkaar een beetje te vinden, maar als je niet uitkijkt, ben je voor locaties wel gewoon vierkante meter prijzen aan het optimaliseren. Ook omdat dat wat gaat in de begroting weer kan vullen en dat soort dingen. Hè. Dus dan ben je, als je niet uitkijkt, ben je met andere dingen bezig dan het oplossen van de meer sociale vraagstukken. Kijk het naar wat is de demografie dan, als ik nu bouw voor over 10, 20 jaar, wat is dan de demografie over 10, 20 jaar, hè? Dus dan moet je inderdaad dingen doen als voldoende zorg vastgoed, voldoende geschikte woningen, voldoende zorg, hè, en dat soort dingen regelen. We hebben verschillende boeken gemaakt en een beetje bestudeerd briljante businessmodellen en het soort voorbeelden die je kunnen helpen. Ik heb er wat meegenomen. Ik had nog twee doosjes thuis staan, dus die heb ik gewoon meegenomen. Die liggen beneden, hebben jullie me geholpen om mee te zetten. Die mag je gewoon meenemen. Dus, en nu hebben we er, denk ik, omdat er wat mensen, dat we net wat minder opkomst hadden. Volgens mij zijn er ongeveer genoeg. En als iemand er nou nog eentje niet kan vinden en wel leuk vindt, stuur me even een mailtje, jeroen.kemperman@zilverkruis.nl. Ja, dus gewoon jeroen.kemperman@zilverkruis.nl, dat is vrij eenvoudig te onthouden. Dan zorg ik wel dat je er eentje krijgt. Maar er liggen er beneden vrij veel, en dan specifiek over Amsterdam. Want ik heb bestudeerd hoe Amsterdam zich heeft ontwikkeld eigenlijk sinds ongeveer de 17e eeuw tot en met nu. En wat daar is gebeurd. Wat ik een beetje daarin tegenkwam, ook in die andere boeken, want we hebben ook al een briljante businessmodel in de zorg en in food en dat soort dingen, is altijd gedreven door visie, vervolgens volhardend businessmodel. Dus laten we zeggen, als je tegen de stroom inzwemt, dan heb je de stroom tegen. Hè? Dus dan heb je, ja, niet gek, hè. Dus als je wat anders wil doen en buiten het systeem wil staan, je wilt het systeem veranderen, dan vind ik wel vreemd altijd. Dan vindt iedereen, je is altijd verbaasd dat niet iedereen staat te applaudisseren en dat het allemaal nog niet per se past. Ja, dat is logisch. Hè? Dus als je dingen anders wil doen dan nu is, ja, dan krijg je natuurlijk dat wat er nu is, gaat tegen je. Hè? Dus je moet echt wel volharden vaak als je een innovatie voor elkaar wil maken. Reden te meer trouwens om te zorgen dat je visie wel ergens over mag gaan. Hè? Dus dat het verschil mag maken, dat waard is om je leven voor in te zetten. En uiteindelijk, als het goed is, zorg je dat dat ook waarde oplevert voor iedereen. Hebben we bij de truc van een businessmodel, je kan de American Dream doen. Hè? De American Dream is, wat kan ik nou voor een businessmodel maken om ervoor te zorgen dat ik double digit zoveel mogelijk geld verdien. Je kan ook andersom maken. Je kan zeggen, joh, weet je wat, in dit land krijg ik toch een goede opleiding. Hè? In principe krijg ik ook nog wel aardige zorg en dat soort dingen. Dus de echt hele basale dingen hoef ik niet per se van wakker te liggen. Dus laat ik maar eens iets gaan doen wat belangrijk is en wat verschil maakt en wat ik de moeite waard vind om mijn leven aan te besteden. En kijken of iemand bereid is me daarvoor te betalen. En dus dat is eigenlijk veel meer de volgorde gedreven door visie voor harde in businessmodel, waardecreatie met en voor allen. Om dat simpeler te maken kan je ook, om het te onthouden, gewoon een three-actor pakken, zoals een traditioneel verhaal in elkaar zit. Je hebt ergens iets, je wordt er helemaal verliefd op, vervolgens begint de ellende, want misverstanden, exen, scheidingen, weet ik wat voor ellende je allemaal onderweg wel niet tegenkomt. Het lijkt nooit meer goed te komen en toch 20 pagina's voor het einde op de even manier landt alles op een wonderbaarlijke manier weer bij elkaar en komt het allemaal goed. Taai is, de causaliteit werkt in boeken wel zo. En als je kijkt wie daar uitkomt, dan is deze weg, die klopt wel, die is altijd te lopen. Het is niet zo dat iedereen die daar begint ook daar eindigt. Hè? Je hebt ook nog de tragedies. Hè, dus die heb je ook. Kwestes heb je als voorbeeld voor de mensen die niet zo in de romantiek en de romantische comedie zitten. Heb je de quest ook nog. Hè? Dus dan heb je inderdaad van, je verlaat je Shire om een ring te vinden of te vernietigen of whatever. Hè? Vervolgens kom je draken, trollen, reisgezelschappen, vijanden, ellende tegen onderweg. En uiteindelijk lukt het je om inderdaad de ring te vinden of weer te vernietigen. En dan ben je in het eerste geval 1 en in het tweede geval 3 boeken verder. En ben je weer terug en dan kan je je nog afvragen van, hey, dit heeft mijn leven in ieder geval verrijkt. Ik ben zoals ik nooit meer... Zo was ik nog nooit geweest, dit had ik niet anders kunnen bereiken. Je kan je wel afvragen of je dit wel allemaal had aangedaan als je jezelf dit van tevoren had kunnen voorspellen. Dus dat. Als je kijkt naar wat even publiek-private ondernemingen, en ik moet even kijken waarschijnlijk naar de tijd hoe het nog gaat. Het gaat nog redelijk, heel goed. Dan ga ik even het voorbeeld geven van gebiedsontwikkeling, seniorenwoningen, dat soort dingen.
De grachtengordel is interessant. De grachtengordel is interessant omdat het een publiek-private onderneming is. Dus de uitdaging in die tijd was inderdaad, toen explodeerde Amsterdam wel. Ook gewoon echt qua bevolking. Dus echt gewoon vertienvoudigd ongeveer. Hè. Dus in 1550 zo woonden er, ik geloof, 25.000, 26.000 mensen in Amsterdam. En dat was in 1750 was dat vertienvoudigd richting 250.000, 300.000. Hè. Dus niet zoals nu, 30% stijging of Amsterdam zelfs nul en dat soort dingen. Toen hadden ze echt meer woningen nodig. Wat ze hebben gedaan vervolgens is, ze hebben de uitleg van de grachten gefinancierd met de opbrengst van de kavels. Dus ze hebben eigenlijk, daarom zijn de kavels ook mooi en staan de kerken en dat soort dingen. En de bruggen die staan op een beetje onmogelijke plekjes. Hè. Dat kwam omdat de kavels die moesten perfect zijn. Er moesten mooie vierkante stukken zijn, 6 meter breed. He, en dat soort dingen. En die hebben ze opgeleverd, die hebben ze verkocht en hebben ze mee gefinancierd het aanleg van de grachten, het verdiepen, het überhaupt uitgraven he, van die dingen, wat trouwens ook nodig was om bouwmaterialen te krijgen en dat soort dingen. Dus zo is die hele onderneming gefinancierd. Dus de gemeente Amsterdam had op dat moment geen enkel geld om dit te financieren. Dit is de manier waarop dit helemaal geregeld is. He, dus dat soort dingen. Hofjes is interessant. Ik heb erg veel verdiept in Hofjes. Staat ook als case weer. Deze twee cases staan allebei in dat boek wat beneden ligt. Maar Hofjes is natuurlijk interessant omdat dat een voorbeeld is hoe 10 tot 15 mensen in ieder geval op de even manier dingen met elkaar kunnen delen en een beetje op elkaar kunnen letten. Grappig is trouwens dat mensen een soort beeld hebben van benauwend en communeachtig is niet zo. Hè? Dus dit is redelijk juist vrij stringente regels over privacy en niet met elkaar bemoeien en elkaar wat ruimte geven en dat soort dingen. Wat daarnaast interessant is, is dit zijn over het algemeen vrij uniforme groepen geweest. Dus ten eerste was het of voor vrouwen of voor mannen. Dat voorkomt al een hele hoop complicaties. Trouwens meestal voor vrouwen. Die werden sowieso wat ouder, ook toen al. En mannen bij elkaar zetten is de kans dat ze inderdaad naar voetbal kijken. Misschien in die tijd niet. Maar samen een beetje zitten drinken en vechten en zo. Die kans is toch wat groter. Dus met vrouwen gaat het ook beter. Maar tegelijkertijd moet je wel zorgen dat die privacy en zo allemaal goed geregeld is. Niet iedereen zich met elkaar gaat bemoeien, want dat kan dan ook nog best gecompliceerd worden. Daar zijn mannen denk ik beter in. Die kunnen elkaar in een huiskamer zitten zonder dat er ooit wat gebeurt. Want ze hebben het toch nergens over, behalve voetbal of zo. Dus het is overzichtelijker, het gaat minder snel verkeerd. Maar wat je bij die hofjes ziet is dus een paar dingen. Je ziet er is ergens een initiële inleg geweest. Die is gedaan door een founder die zijn naam vaak wil vereeuwigen. Vervolgens heb je dat inderdaad een soort kerkgenootschap in dit geval vaak het bestuur vormt. En die selecteert mensen die redelijk bij elkaar passen, die ook komen uit die kerkgenootschap. Je hebt een eenmalige inleg en daarmee heb je het lang leven en kort leven risico geregeld. Dus je eenmalige inleg die garandeert dat je mag blijven wonen tot je dood. Als je nou heel oud wordt, krijg je er verhoudingsgewijs wat veel jaren voor terug. Als je heel jong blijft, dan krijg je er wat minder jaren voor terug. Maar dan heb je die ook niet per se nodig. Hè? Dus dat is een aardige manier om dat te verrekenen. Is trouwens ook de manier waarop levensverzekeringen, direct ingaande lijfrente, zijn ontstaan. Berekeningen hier voor de hofjes. En dat soort dingen. Dus je kan hier wel wat van leren van hoe kan je nou met groepen wat met elkaar doen. Dus ze zijn heel erg bezig geweest met inderdaad hofjes voor de 21ste eeuw, ook geïnspireerd hierop. Inclusief de menselijke mate. Safati, als we het hebben over echt inspirerende ondernemers die een hele hoop toestanden zijn aangegaan om hun dromen te verwezenlijken, dan is Safati, vind ik, de meest fascinerende persoon die ik ben tegengekomen en die hele studie in Amsterdam. Ik kende Safati ook alleen maar van park en straat. Maar Safati, Joodse arme arts, die op een gegeven moment dacht, als ik echt wat wil doen aan de zorg hier en de gezondheid hier, dan moet ik heel andere dingen doen. Die is vervolgens betrokken geweest trouwens bij de oprichting van het Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, het huidige Zilveren Kruis. Want dat is een van de rechtsvoorgangers die zijn is opgegaan in 1846. Dat opgaan trouwens niet, opgericht in 1846. Safati heeft ook sociale woningbouw een hele hoop gedaan. Dus hij heeft de tweede sociale woningbouwvereniging van Amsterdam opgezet. En hij heeft uiteindelijk concessie gekregen voor het bouwen van, laten we zeggen, overal waar nu DNB staat. Dus de Nederlandse Bank en het Amstel Hotel trouwens. Tot diep in Amsterdam-Zuid. Hè? En om dat te bebouwen. Hij heeft trouwens ook meteen de financieringsmaatschappij opgezet, die hypotheken gaven en ondernemerschap stimuleren. Hij heeft een broodfabriek opgezet om voor goedkoper eten. Ook dat is natuurlijk brood nodig. En hij heeft ook nog, laten we zeggen, de volksnijverheid-achtige paleizen opgezet en vereniging voor de volksnijverheid en dat soort dingen. Om ervoor te zorgen dat er voorbeelden kwamen van betere ondernemingen. Dat is een soort TEDx van die tijd. Hè?
Maar dat alles eigenlijk uiteindelijk om mensen gezonder te maken. Hè? Dus dan moet je soms wat breder gaan. Interessant, of meer generation woningen, is Stichting Liebenau in Duitsland. Die maken leefgemeenschappen die over verschillende generaties heen gaan. Die dan wel wat anders met elkaar delen. Dit lijkt een beetje christelijke signatuur. Officieel is dat geen selectiecriterium. Maar in de praktijk, aan de blije glimlachen, zie je al dat dit toch uit één hoek komt. Deze mensen delen verschrikkelijk veel met elkaar. De zorg een hele hoop voor elkaar. En wat eigenlijk is, ze gaan naar een gemeente toe. Ze dagen die gemeente uit van, hey, als jullie ons een stuk grond geven, op een beetje fatsoenlijke plek, dicht bij het centrum, bewandelbaar, voor een beetje fatsoenlijke prijs en dat soort dingen, dan zorgen wij dat we hier een Stichting Liebenau gebouw neerzetten, hè, waar zo'n 150, 200 woningen in kunnen komen. Hè, waarmee we eigenlijk een hele hoop doen aan de sociale gemeenschap hier versterken. Ook in Duitsland hebben de gemeenten best een grote rol in de ouderenzorg. Hè, dus dat is daar best interessant voor. Volgens, als ze dit hebben gedaan, dan zorgen ze dat daar mensen in komen. Ze kunnen het vrij goedkoop aanbieden, omdat ze die grond vrij goedkoop hebben gekregen. En als ze het allemaal verhuurd hebben, dan verkopen ze het aan investeerders en nemen ze het geld en gaan ze naar de volgende met hun stichting. Voor die investeerder is het trouwens best aantrekkelijk, want je hebt mensen die hechten aan hun woongemeenschap waar ze onderdeel van uitmaken, die vrij trouw zijn in hun huur. Je hebt de garantie dat de huur is geregeld, want dat blijft de stichting gewoon doen. Dus dat is een combinatie die wel waarde oplevert voor iedereen. Dat soort slimme combinaties moet je ook zoeken. Hè? Dus meestal heb je combinaties waarin het een beetje is van, we gaan alles meer. Hè? We gaan voor iedereen zorgen, we gaan alles aan service leveren en ieder krijgt een grotere woning en het moet voor €300. Ja, dat kan niet. Hè? Maar dit zijn slimme combinaties van belangen bij elkaar brengen. Ander voorbeeld dat ik zelf interessant vind is zorgerf. Zorgerf is meer zorg voor mensen met dementie. Dagzorg, zowel als mensen die er wonen. De mensen die er wonen, wonen in hofjes trouwens. Dit is helemaal vormgegeven als een boerderij. En mensen worden de hele dag geactiveerd om ook mee te helpen op de boerderij. Meekijken telt trouwens ook als werk. Dus als je daar dat groepje ziet staan wat staat te kijken naar het schilderen, dat telt ook. Hè? Dat helpt natuurlijk. Hè? Voor die groep meld ik me aan. Ja, precies. Telt ook. Hè? Maar wat je ziet is dat die de hele dag mensen worden geactiveerd om in dat aan de slag te gaan. Dus ze hebben trouwens over levensverwachting, die is meestal, als je komt in een verzorgingstehuis en de conditie is echt hetzelfde, is dat 1 jaar, hier is 2 jaar. Hè? En als je er aankomt, ik heb zelf op een gegeven moment mijn oma ook in een verzorgingstehuis met dementie en ze zorgde echt heel goed voor haar, er was niks aan de hand en zo. Maar ik had wel, als ik daar een half uur was, dan dacht ik echt, nu moet ik echt weg. En mijn kinderen, die wilde ik na de eerste 2 keer echt niet meer meenemen, want je wordt... Het komt echt op je af. Je hebt het idee van, nou, straks weet ik niet meer die pincode, dat is dan het jaartal of zo. Hè. En dan moet ik hier ook blijven. Dus je wil echt weg. Hier ziet het eruit als een vakantiehuis. Het is echt, dit voelt als een vakantiepark. Dat zie je ook, hè? Dus het is heel gezellig. Er is daar een boom, het wordt eraan gebouwd en allemaal van dat soort gekke dingen. Dat werkt op de even manier heel erg fijn. Wij zijn zelf aan het experimenteren, bijvoorbeeld met de Macron en de nieuwe Sint-Jacob. Dus dat zijn we aan het doen met Sintrus in Amsterdam, om nieuwe woongemeenschappen te creëren. Het is ook best wel een zoektocht, hè? Dus het is ook wel af en toe ontdekken, hoe duur het dan precies, hè? Maar dit levert echt wel andere dingen op. We hebben inderdaad gezegd nu met Sintrus dat we ook 10 miljard in willen investeren in de komende 20 jaar in dit soort woonvormen realiseren. Dus er zijn we in nauwe dialoog ook met gemeentes over andere bestemmingsplannen en wat dat dan precies moet en om daar ruimte voor te krijgen en hoe dat dan precies in elkaar zit en dat soort dingen. Wel fascinerend trouwens ook voor, hier komen wel wat dingen samen, hè? Want wij hopen hiermee op goede plekken ook gewoon dit soort dingen neer te kunnen zetten. We denken dat dit een enorme groeimarkt is, hè? Dus dit grote vraagstuk is natuurlijk ergens anders ook gewoon een markt. Voor investeerders is daarmee best aantrekkelijk om in te stappen. En dit is natuurlijk heel maatschappelijk verantwoord investeren. En als je pensioenfondsen hebt, vind ik dat ze dubbel reden hebben om in dit soort dingen te stappen, hè? Want het gaat ook nog over ouderen. En voor gemeenten, ja kijk, de kosten die je uiteindelijk met de WMO langdurige zorg op je afkrijgt, als je al die alleenstaande senioren hebt, dan helpt het om een beetje te gaan experimenteren met dit soort vormen. Hè. We hebben een uitdaging op een gegeven moment neergelegd, samen met Sintrus, Zilverkruis en Vereniging Achmea, dat is onze coöperatieve aandeelhouder, zullen we zeggen, om een hofje voor de 21ste eeuw te ontwerpen, wat we als een soort prototype kunnen neerleggen, wat horizontaal en verticaal kan worden gestapeld als hofjes voor de 21ste eeuw. Dat is ook gewonnen door jullie ontwerp, een architect uit Rotterdam, die wat dat betreft heel goed samenspel had gevonden, vond ik, tussen een sociaal ontwerp maken en een fysiek ontwerp maken. Met trouwens een verschrikkelijke berg groen en allemaal van dat soort dingen. Hè. Dus we zijn aan het kijken of we dit soort dingen vaak kunnen realiseren, omdat we denken dat dat belangrijk zijn.
hele hoop barrières te overwinnen samen. 50% van de alleenstaande ouderen in herbestemmingsplannen zouden we het liefst willen. Hè? Dus we denken eigenlijk, als je dan naar een locatie kijkt, zorg dat gemiddeld 50% ook gewoon voor ouderen is. Hè? Hoeft niet per se een bordje op de deur te hangen, dit mag alleen maar boven de 70, hè? Maar wel zorgen dat woningen daar geschikt voor zijn en ook worden beoordeeld. Ruimte en regelgeving voor geclusterd en gedeeld samenwonen. Je hebt echt verschrikkelijk veel regels die dat heel erg moeilijk maken. Bijvoorbeeld veiligheidsregels, hè, dus andere brandvoorschriften, maar ook dingen als woningdeelkortingen. Hè. Dus dan zeg je, joh, het is echt een slim idee als mensen bij elkaar gaan wonen. Maar vervolgens korten we ze aan alle kanten en zo. Dan heb je dus twee alleenstaanden die denken, ik kan beter niet bij elkaar gaan wonen. Of een kind die inderdaad niet bij oude inkomen wonen, want ja, dan ben je dief van je eigen portemonnee. Hè. Dat, terwijl je echt zou zeggen, joh, maatschappelijk worden wij er niet beter van, dat die mensen ergens anders. Hè. Het is net als met bijvoorbeeld de huursubsidie die we geven, hè, de huurtoeslag. We geven huurtoeslag aan mensen als ze alleen wonen met een eigen sanitaire voorziening en een keuken. Ja, dan krijg je volgens allemaal studentenwoningen met een eigen keuken en eigen badkamer. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, joh, samen een huis delen, studentenhuis, is helemaal niet zo per se verkeerd. Hè. Dat soort uitdagingen hebben echt nog wel te gaan. Dus wat dat betreft hebben we een hoop te doen met z'n allen. En dat wilde ik even met jullie delen. Geweldig. Ja. Dankjewel, Jeroen. Opvallend veel parallellen als je even door de concreetheid kijkt van met wat er wetenschappelijk gaande is, de zoektocht, en ook jouw zoektocht. Ja. De urgentie is denk ik wel... Ik ging al een beetje vanuit dat de tijd op was, maar... Maar ik had al gezien, we hebben een half uur pauze. En zolang ik iedereen aandachtig zie luisteren, denk ik, van dan halen we daar gewoon... Gaat nog wel goed, ja. Gelukkig. Maar de urgentie is natuurlijk, als je het op je inlaat werkt. Ja, het is idioot, maar er zit ook heel veel potentie nog. Hè? Ik had een moment van introspectie, dat ik dacht van ja... Dat jij zegt van je moet niet steeds maar door, dat is een recept voor burn-out. Ik denk, nou. Oeps. Ja. Ik zag dat misschien met meer mensen. Maar ik kijk even, zijn er vragen aan Jeroen of is het zo overweldigend? Want je hebt ook inspirerende voorbeelden. Ook die kunnen we weer allemaal ons. Kijk, ja, drie. Ja, goed. Dan houden we het even bij die drie. Doen we het even tak, tak, tak. Ja. Ja. En zeg ook even je achtergrond, je naam. Voor jullie ook te verstaan? Oké. En dat raakt me op een of andere vraag. Super interessante verhaal. Ik ben blij dat ik al mijn leven al verzekerd ben bij jou. Heel goed. het ging vooral over wonen, maar in mijn boek stond woon- en leefomgeving. En daar ben ik ook ontzettend in geïnteresseerd. De publieke leefomgeving, groenbouw, ruimte. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ben... Ik wil eigenlijk eerst de drie vragen ophalen, want misschien dat je dan in één betoog mee kan nemen. Jij had ook vragen? Ja, gedaan. Ik schrijf mee hoor, dus je hoeft niet alles te onthouden. Nee, ik doe hem. Ja. Jij ook, hè? Ja. Ja, mijn naam is Stef Beekers. Ik ben met een concept. Ik kan me bezig met gezond maken van ieder geval. En ik vind het heel tof dat jij nu hier staat met het gebiedsontwikkelingsverhaal. En we houden er ook al een tijdje mee bezig. En ik vind het heel mooi dat Achmea ook de twee werelden met elkaar verbonden heeft. Alleen waar ik vaak zelf nog veel moeite mee heb om dat voor elkaar te krijgen, is juist ook bij het genoeg bij de gemeente, zeg maar, die domein te beschermen. Hoe kijk je daar tegenaan? Jullie zijn ook een soort van ministerie en grote gemeente. Nee, dat klopt wel, ja. Dus je hebt uiteindelijk de weg naar boven of weer de trap op elkaar gevonden bij het optelapparaat misschien wel. Maar wij worstelen vooral ook nog met die domein.
gemeente aan tafel. Die leggen beleid en dergelijke op. Keuren stedelijke plannen goed. Hoe krijgen we, los van dit soort bijeenkomsten, maar die kennis van jullie die ook bij is? Volgens mij, heb je ze allemaal nog scherp? Anders dan. We beginnen gewoon ergens. Groen-blauw, fiscaliteit, de leefomgeving buiten en binnen de gemeente. We doen ze even één. Jij bent de aangever. Jij bent de aangever. We doen ze één voor één. Een uitdaging die we hebben in zorg altijd, hè, is om manieren te vinden om, laten we zeggen, te zorgen dat we de gezondheid verbeteren, terwijl we lang niet alles kunnen vergoeden uit zorg. Geld, en dan zorgpremie. Dat is geoormerkt voor specifieke diagnoses. Dat zie je met dit wonen, dus deze woonopdaging. Je ziet hetzelfde uiteindelijk met klimaat. Maar wij zijn, ik had zo'n pijl erin zitten van naar het betalen van zorg, naar het regelen van zorg, naar het versterken van gezondheid. Hè? En daar zijn we wel degelijk nu bezig met kijken hoe je dit nou kan veranderen, ook in je woonomgeving en in je klimaatachtige omgeving. Hè? En dat gaat inderdaad volgens mij, ja, ik geloof heel erg in meer groen. Ik geloof ook dat we uiteindelijk, om echt klimaatveranderingsvraagstukken aan te kunnen, dat daar raakvlakken zijn met gezondheid. Hè. Er zijn een paar heel concreet, dus weggooien en verspilling in ziekenhuizen, dat is duurzaam bouwen in ziekenhuizen en dat soort dingen. Maar je hebt ook de hoek inderdaad van hoe kan je een omgeving creëren waar de mensen inderdaad gelukkig voelen. Dus die zijn we steeds meer aan het exploreren. Maar het zit inderdaad in een soort idee-exploratiefase zoals dat wonen zorg ooit zat, of het mentaal en hoe mensen omgaan met gemoedstoestanden ooit zat en dat soort dingen. Wat mij in hoge mate wel fascineert is, wat doet je omgeving inderdaad met je gestel, dus hoe voel je, en hoe kan je omgevingen creëren waarin mensen soms zijn inderdaad van het harde werk, hè? Dat is een universiteitsbibliotheek achter, soms juist in flow en in verbinding, hè? En hoe kan je omgevingen creëren waarin mensen in verbinding zijn en dat uitnodigt, hè? En hoe kan je soms ook mindful zijn? En hoe vertaal je dat? Fascinerende vraag, eentje die ik erg onderschat vind altijd. De gemeenschappelijke ruimte, daar zat veel discussie over, hè? Dat jullie ook herkennen. Hè? De financiering van de gemeenschappelijke ruimte en het delen van de kosten. De straat is natuurlijk een gemeenschappelijke ruimte. Als je in de Jordaan om je heen kijkt, dan is dat in hoge mate geconfiskeerd, anarchistisch gebiedje. Met allemaal planten en bloemen die iedereen daar heeft neergezet en zo. Bankjes voor de deur en dat soort dingen. He, dus de straat en het publiek domein gebruiken als je gemeenschappelijke ruimte en die zo ontwerpen dat je inderdaad zo'n hofje met elkaar deelt of inderdaad voor je huis kan zitten en een bankje en een praatje maken en zo, dat is interessant. Als je hier bijvoorbeeld kijkt, trouwens. Jeroen, sorry, moet de antwoorden echt opgehaald, anders gaan we de pauze eraan. Ja. Nee, een laatste, dat is grappig, is je kan een... Wat bij dit ontwerp zit, is te zitten. Het is een heel kleine woneenheid eigenlijk, of heel klein, niet zo heel groot, 50 vierkante meter, als je alleen staan hebt. Maar er zit nog steeds een balkonnetje aan de voorkant en de achterkant. En er zit er eentje op twee plekken, omdat aan de ene kant heb je er eentje waar je automatisch, alsof je op een camping zit, heel veel mensen langskomen en je een praatje kan maken. En de andere zit je helemaal alleen. Dus het lijkt hetzelfde, maar het is heel wat anders. Want de een zit je om een gezellige praatje te maken en de ander zit je om mindful even weg te dromen. Dus dat soort dingen moeten we, denk ik, veel meer ontdekken. Als je het kijkt naar over die fiscaliteiten, hè, dus en de hoek van de regelgeving, je hebt met name, dan heb je het stuk van wat je nieuw oplevert, maar ook wel het stuk van wat je bestaand al hebt en hoe je het herbesteedt. En daar zitten heel veel beplemmeringen in systemen. Ik heb nu net een groepje MD-talenten, laten we zeggen, gezegd, om een jaar lang te gaan verkennen hoe ze alle belemmeringen kunnen wegnemen. Trouwens ook deels bij onszelf, want wij doen bijvoorbeeld bij hypotheken, dat we ook kijken, je mag niet verhuren of zo. Dat is zo stom. Hè? Of bij al die Phoenix-locaties. Ik ben gefascineerd. Kan je niet een plannetje maken voor een Phoenix-locatie waarin je eigenlijk vergunning regelt om de bovenkant te verhuren als er onder iemand woont die gelijk vloers. Hè? Maar dat dan dat de verbouwing gefinancierd is, dat de vergunning geregeld is, dat je de huur gebruikt om de verbouwing te financieren. Zodat je alleen nog hoeft te tekenen en dat de rest voor je geregeld wordt. En dat je gewoon dan naar 15.000 van die woningen kan. En zegt, joh, weet je wat, wie wil dit? En als je dat dan voor 500 woningen kan regelen, dan is het te doen. Het is natuurlijk niet te doen als je dat individueel op je 85ste een beetje moet gaan zitten regelen. He, dus ja, dat zijn een beetje het soort puzzels. En de tijd is een beetje op. Ik weet niet of jij nog... Zijn er nog specifieke... Hoe doe je dat dan binnen de kokers die we... En dat is denk ik de ultieme zoektocht in elke organisatie. Ja, je ziet het goede nieuws dan even met gemeenten. Ik herken wel dat gemeenten dit begint wat te komen. He, we hebben dus meer mensen zoals een enorme brug naar de volgende spreker voor straks.
je ziet wel steeds meer dat wat in Amsterdam, hè, we hebben nu Amsterdam Vitaal en Gezond, dat is een coalitie, daar zitten we echt serieus met de wethouder over dit soort dingen te praten, die over zorg gaat, maar over woonoplossingen te praten, Simone en zo. Dat komt wel nu voor het eerst rond. En dan hebben we het goede nieuws, dat is schaarste, echte schaarste, lost uiteindelijk, is uiteindelijk vaak wel de reden dat dingen echt worden opgelost. En nu zie je wel echt schaarste ontstaan en daarmee denk ik ook, ja, denk dat we ook wel echte oplossing krijgen. We zitten hier niet voor niks aan bij elkaar ook, hè? Ja, dat is een initiatief van onszelf na. Ja, gewoon, dit moet, ja. Niet omdat het niet interessant is, maar nogmaals dank, Jeroen. Fijn dat je er was en nog een keer applaus. Ja. En ook dit wordt allemaal weer vastgelegd en een aantal van de vragen helpt ons dus ook weer, hè, ook over de fiscaliteit. Waar zitten we dan in regels om dat ook weer verder te brengen en gestructureerd, systemisch te onderzoeken, zodat we ook weer een stap kunnen maken. En ik wil ook even positief inderdaad, want we zijn altijd op zoek naar hoe kan het nog beter. Maar toen Tom en ik 3 jaar terug begonnen, samen bij SKG als directeur, hoogleraar, toen was dit thema was nog gewoon iets van de anderen. En nu is het zeg maar, nou ja, daarom zitten we hier ook rondom dit thema, ongeveer in het hart van ook de zoektocht van gebiedsontwikkelaars, beleggers, et cetera. Kijk naar Celine Jans hier, onze jonge promovenda, moet ik dan zeggen, denk ik, die met sociale duurzaamheid bezig is. Er werd in het begin bij enige scepsis in het veld naar gekeken. En nu is het gewoon, het is ondenkbaar dat we nog aan niet-sociale inclusiviteit doen bij gebieds. En dat kost tijd, dat kost zoeken, maar daar zijn we wel mee bezig. Ik wou nog een anekdote doen, maar dan ga ik te veel tijd opsoeperen. Wel? Nou, dan misschien. Ik wil geen mensen teleurstellen. Nee, ik hoorde een keer van een ontwikkelaar, ik ga de namen niet noemen, ook niet van de verzekeraar, maar die hadden evidence-based gezegd, dit kruispunt, daar gebeurde gewoon al 10 jaar lang zoveel aanrijdingen met doden, gewonden. Dus dan kon je gewoon de business case maken. Als we hier investeren in een andere inrichting, dan gaat dat gewoon evident veel minder slachtoffers betekenen. En hoeft minder uit te keren. En wij zijn bereid die kosten volledig, hè, die investering die dat vraagt, volledig voor onze rekening te nemen. En we willen met de verzekeraar de afspraak maken. Dat was niet zilveren kruisdag mee natuurlijk. Als het dan inderdaad zo is, dan willen we ook wel daarna die investeringen terug. En dan is het win-win. Nou, dat ging niet door, omdat de verzekeraar zei, ja, maar dan gaan wij investeren ook in meer in lagere kosten voor onze concurrenten. Dus dat soort hiccups zitten er soms ook in. En er zit ook nog wel een ratio achter, hè? Maar dat soort voorbeelden helpt mij ook altijd om na te denken van, ja, maar wat vraagt dat dan ook van bestuurders en andere beslissers om te zeggen, ja, maar dit moeten we willen. En soms moet je dat afdwingen met de regelgeving. Maar ik merk ook, gewoon ook bij onze deelnemers, zeg maar, bij SKG, dat denken dat verandert heel snel. Er zijn er maar weinig mensen alleen maar met korte termijn winstmaximalisatie bezig. Dus houd dat ook vast, hè? Daar begint het ook mee. Tot zover de anekdote. Joost, ja, je gaf net zelf al aan van, ik zit ook met belangstelling te luisteren, dus ik accepteer dit, dank daarvoor. Ja, nee, uiteraard. Ja. Je bent ook al aangekondigd, seniorstrateeg bij de gemeente Utrecht. En jij zit als aanjager in die gezonde leefomgeving, dus je zal al veel herkend hebben. Ik heb jouw slides ook al gezien. We gaan dus op de pauze beknotten. Ja. En als ik echt denk van, nu komt de sanitaire stop in het gedrang, dan zal ik je als even mensen tijdje tussendoor geven. Heel nodig moeten gaan vooral. Hè? Het wordt anders ook iets minder gezond, misschien voor de rest. Ik moest even denken toen ik het woord, toen ik de naam Savati noemde, met de Miranda en Wieboud, de grote namen natuurlijk in Amsterdam. Utrecht heeft eigenlijk ook een hele grote naam, Fokkema Andrea. Dat is de burgemeester, vooral in de jaren 20 en 30, die met name heel erg geprobeerd heeft om de gezonde stad te maken. Want de stad was eigenlijk gewoon natuurlijk één bende, misschien wat dat 50 jaar geleden. Door in ieder geval parken te organiseren, op loopafstand goede dingen te maken. Ook natuurlijk met de opkomst uiteindelijk ook van de woningwet, de gezondheid uiteindelijk veel, veel beter in de stad heeft kunnen verwerken. Nou, dat is een jaar of 80 geleden, waar ik jullie vandaag een beetje mee probeer in mee te nemen. En misschien straks ook nog een paar vragen beantwoorden die eigenlijk aan de vorige spreker werden gesteld, maar die misschien ook wel een mooie brug hier naartoe zijn, als een soort lessons learned
van hetgene wat wij eigenlijk binnen de gemeente de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. En dat is het ontwerpen van de ruimtelijke strategie Utrecht. In het kader van de omgevingswet zijn eigenlijk gemeentes gevraagd om daar ook weer mee aan de slag te gaan. Wij hebben dat genoemd, dus de RSU, de RSU 2040, de 10 minuten stad als ondertitel. Kom ik straks allemaal op. Er zijn een aantal van die aantal aspecten die ik met jullie zou willen behandelen. De methodiek uiteindelijk die we daarin hebben gemaakt, maar ook wat zijn nou die zaken waarvan wij denken daar komt gezond stedelijk leven, de ondertitel van Utrecht, ook nog veel sterker uiteindelijk naar voren. Ik had een heel scala aan beelden, veel te veel. Daar is terecht denk ik wel in geknipt, helemaal nu we weten dat daar... dat er natuurlijk ook wat tijd gewonnen zou kunnen worden. Maar de vraag is eigenlijk, waarom eigenlijk die nieuwe ruimtelijke strategie Utrecht? Nou, dat, bij het aantreden van ons college in 2016 is gevraagd om ook... In 2018 is ook gevraagd om de strategie 2030 op een aantal punten naar te verbreden. En dat ging veel meer over ook te kijken van hoe kunnen die sociale componenten onder andere daarin meenemen. Het verlengen naar de tijdshorizont, het verdiepen. Dus echt nou, ook onder andere wat meer wetenschappelijk onderzoek. In ieder geval de condities voor wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk te kunnen gaan leggen. En veel meer te gaan verbinden. En dat is niet alleen in de stad, maar ook natuurlijk daar veel meer omheen. En ook vooral met de stad. Ik zie overigens dat de opmaak wat is veranderd. Maar dat zal komen omdat het misschien achter elkaar is geplaatst. Bij deze. Maar wat is dat nu eigenlijk? Het is dus het koersdocument voor die omgevingsvisie, waarin gezond stedelijk leven voor iedereen, in welke tijd of demografische tijdsperk we ook zitten, altijd voorop blijft staan. Met een handelingsperspectief voor die verschillende termijnen die erin zitten. En er zit ook nog een investeringsstrategie en fasering bij. Dus het gaat niet alleen maar om de mooie plaatjes tekenen en de goede intenties, maar we proberen ook daadwerkelijk te kijken hoe en met wie en wanneer. Maar ook heel belangrijk, het is ook geen plattegrond, hè, waarin we dus eigenlijk al die functies van de stad dat in detail zijn ingetekend. En dat geeft ook geen kant-en-klare oplossingen. Dus we proberen geen blauwdruk van de stad te maken, maar eerder een blauwdruk van de condities voor de totale ontwikkeling voor die stad. Met ook ieder zijn eigen verantwoordelijkheid uiteindelijk daarbij. Dit is een plaatje wat voor het regionaal perspectief uiteindelijk is gemaakt. En daarin laten we dus eigenlijk ook zien waar het natuurlijk over gaat. Want ik bedoel, de stad is natuurlijk puur een politiek-geografische afbakening om ooit een keer, het is het belasting te heffen en onze stad te verdedigen. Maar een heleboel van die met name grotere vraagstukken, die houden nooit op bij die grens. En die zijn altijd grensoverschrijdend. En dat betekent ook dat een aantal van die kwaliteiten we elkaar met elkaar ook een uiteindelijke plek zouden moeten geven. En kunnen geven ook vooral. Ik refereerde het net al even aan. Utrecht heeft eigenlijk als een van haar belangrijkste thema's gezond stedelijk leven voor iedereen. En dat gaat eigenlijk gaat over een heleboel elementen. Dat zit hem niet alleen in het ruimtelijk domein over die mobiliteit of de energie. Maar het gaat ook over de zorg. Hè, de zorg dichtbij op maat. En de verdieping die we net hebben gehoord, ik weet nog niet of we daar al zijn. Dus daar moeten we zeker en kunnen we wat mij betreft zeker ook over door. Het gaat over die digitale stad, maar gezondheid is natuurlijk ook het hebben van werk. Hè? Het hebben van het dak boven je hoofd. Het hebben van een gezonde omgeving in de zin van dat je niet constant bij de uitlaatgassen misschien wel zit. Maarten van Ham, een hoogleraar ook in Delft, die geeft eigenlijk altijd als heel mooi voorbeeld dat we vinden de pakketservice, de last mile, vinden we allemaal een ontzettende verworvenheid uiteindelijk die erin zit. Maar die diesels die komen nog steeds eigenlijk allemaal aan de randen van de stad, op de plekken waar eigenlijk de mensen wonen die het over het algemeen toch al niet het meest makkelijk hebben. Hè. Dus de afweging die je uiteindelijk in zo'n stad maakt, die zijn ongelooflijk ingewikkeld. En als het straks gaat over de lessons learned en misschien ook over de verkokering die in zo'n gemeente zit, dit is er eentje van hoe ga je er eigenlijk, wie heb je straks nodig of hoe moet je straks gaan werken om dat uiteindelijk ook goed voor elkaar te kunnen gaan krijgen. Dat is echt een heel serieus vraagstuk waar we in ieder geval de komende 5 tot 10 jaar met elkaar druk mee bezig zijn. Nou, wat is nou die context? Want we komen natuurlijk ergens vandaan. Ik zei het eigenlijk net al, we hebben eigenlijk fantastische stadsontwikkeling in heel Nederland, heel West-Europa, eigenlijk in de hele wereld uiteindelijk natuurlijk meegemaakt met periodes van gezondheid en sterke ongezondheid. En eigenlijk is wat mij betreft de trek naar die gezondere stad, dat is eigenlijk pas de laatste 20, 30 jaar volgens mij echt vol op die agenda gekomen. Behalve dan natuurlijk wat ik eigenlijk net refereerde in de jaren 10 en 20 die erbij zat.
En ook voor iedereen. Dus de stad is ook niet zo exclusief meer geworden dat of je zat daar, hè, de Jordaan is een fantastisch voorbeeld, hè, met 8 mensen op een achterkamertje, of je zit in een fantastisch riant huis. Amsterdam dreigt overigens, en Utrecht misschien ook wel weer een beetje, toch wel weer die kant op te gaan natuurlijk, hè, dus die enorme tweespalt uiteindelijk die erin zit. In het kader van die gezondheid is dit echt nog wel een heel interessant vraagstuk. Hè. Keuzes, hè, hou je keuzes of niet? Nou goed. We hebben ook geprobeerd om, om ongeveer 5 kwaliteiten van de stad te definiëren. En dat, die het ook maken dat het aangenaam is of goed is om in of rondom die stad uiteindelijk te zijn. Eén gaat heel erg over die rijke historie. De vraag kwam eigenlijk net al van buitenkant en binnenkant. Hè? Dus de aangenaamheid, het herkennen. Ik kende dit gebouw niet, anders dan dat ik er 1 keer vlug langs was gefietst. Nou, ik vind het nu al een van de meest prachtige gebouwen die ik hier uiteindelijk in de stad ken. Fantastisch, hè? Dus het inspireert. Hè? Dus veranderingen, rechte straten alleen is eigenlijk niks. Nou, misschien even ook een kleine anekdote dan van mijn kant. Ik ben net terug van een kleine fietsvakantie van Kopenhagen naar Oslo. En er werd altijd ontzettend groot gedaan. Kopenhagen, fantastisch, publieke ruimte, zo mooi. Ik was in Øresund, wat direct tegen Kopenhagen aan ligt. Het was triest. Hè? Het was triest. De publieke ruimte was eigenlijk helemaal niks. Het waren grote stenen gebouwen, er was geen plek om uiteindelijk te zijn. De voorzieningen waren er uiteindelijk niet. Ik kom in Oslo aan, je kan zwemmen in de binnenstad, alles op loopafstand. Eigenlijk alles wat, je kan met de metro kun je de bergen in. He, dus de plek die doet er wel degelijk toe. En de aangenaamheid en de kleur en alles wat erbij zit. Die centrale ligging, ik kom straks met er nog een aantal plaatjes erop. Het kenniscluster, het is hier nu wel erg, het is universitair wetenschappelijk het plaatje. Hè, maar dat gaat natuurlijk echt van mbo tot aan universitair. En het is voor Nederlandse begrippen in ieder geval een grotere stad met een menselijke maat. He, dus je zit overal tot nu toe nog relatief dichtbij. We hebben ook geen extreme hoogbouw bijvoorbeeld of hele grote verdichtingsclusters tot nu toe. Dat gaat overigens wel veranderen in de stad, maar daar kom ik op. Nou, die rijke historie, he, dat gaat over natuurlijk, we hebben het net gehoord, he, UNESCO, he, de Hollandse Waterlinie, die de restanten van de Limes uiteindelijk die erin zitten. Maar ook plekken zoals dit he, en het oude postkantoor en de grote kerkenstad die het is. En de Vecht, Amsterdam-Rijnkanaal, eigenlijk al die grote elementen die maken dat Utrecht zich laat zien zoals het nu is. Maar ook een stad in het landschap. Ik ken niet zo heel veel steden die eigenlijk 4 totaal verschillende soorten landschappen uiteindelijk om zich heen hebben. Maar die landschappen zijn redelijk afgesloten van de stad zelf. Ik heb het wel de hele tijd over de stad, maar de stad is de regio en andersom natuurlijk. Hè. Dus er zit ook wel een differentiatie in. We focussen straks wel iets meer op de gemeente Utrecht. En die onderste, het is een heel belangrijk mentaal ding. Hè. Het gaat over de zichtbaarheid van het landschap in de stad. En ook wetende dat je heel makkelijk op dat soort plekken uiteindelijk terechtkomt. En nou, verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben natuurlijk ook eigenlijk aangetoond dat het alleen het zien al van groen, hè, de gezondheid of in ieder geval de vreugde, in ieder geval sowieso al vergroot. Maar ja, groen is natuurlijk ook, ja, een pingpongtafel is ook groen, zeg ik altijd een beetje flauw, maar dus, het daagt ook nog wel uit om daar echt iets natuurlijk mee te doen. Die centrale ligging, eigenlijk is misschien de grote regio nog veel beter bereikbaar uiteindelijk met het openbaar vervoer dan de U10, zoals we dat hier uiteindelijk noemen. Hè. Dus we zitten hier een half uurtje van Schiphol af. Als je een beetje heel hard doorrijdt, ben je van de binnenstad hier, ben je in 8,5 uur in Manhattan. Dat vind ik altijd een beetje gekscherend, als het mag. Hè? Als je in 1 keer door mag knallen en alles gaat goed. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Zwolle en Eindhoven en Rotterdam, Den Haag, Den Bosch. Het zit allemaal binnen een uur reisafstand. En dat is eigenlijk een, geen enkele andere plek in Nederland heeft dat tot nu toe. En dat neemt ook wel een soort verantwoordelijkheid en potentie uiteindelijk met zich mee. Kennisclusters hadden we het eigenlijk net al over, hè? Die hele grote diversificering. Het gaat ook heel erg over die zorgclusters, het veterinair, hè, wat hier natuurlijk onder andere ook veel heeft gezeten. De aanwezigheid van, ja, ik vind het altijd een beetje een raar woord, hoogopgeleid, maar goed. Hè? Van een opgeleide beroepsbevolking. En het is een grote ontmoetingsfunctie. Hè? Dus eigenlijk gebeurt hier, als we door blijven gaan zoals we door kunnen blijven gaan, gebeurt er veel. Dus ook de interactie met uiteindelijk bedrijven en wetenschap. En die menselijke mate, compactheid, de bebouwingsschaal en het ruim aanbod, dat is een heel belangrijke aan maatschappelijke voorzieningen. Maar die samenleving verandert natuurlijk ook, dat herkennen we allemaal, denk ik ook. Dat gaat over die gezondheid, we hebben het net eigenlijk gehad, hè, over die levensverwachting. Wat we heel erg veel zien, er werd even gezegd net, er zit een paar jaar verschil tussen Noord en Zuid Rotterdam.
We zitten hier nu in Witte Vrouwen. Overvecht, als je heel hard rent, dan ben je daar in 10 minuten kwartiertje. Het verschil van 9 jaar in levensverwachting. Het is ongelooflijk en het is ongelooflijk dat het nog bestaat. Dus daar hebben we echt, daar hebben we ook wat te doen. Volgens mij zijn er net al prachtige handreikingen gedaan. En ik denk ook dat met name ook de eerste spreker daar ook nog wel een paar, denk ik tenminste, in de potentie een aantal hele verwachtingsvolle dingen heeft gezegd. En het gebruik van die stad die verandert ook. Hè? Dus de toegang tot die voorzieningen staan uiteindelijk onder druk. Houden we nog wel genoeg? Hè? Is het toch ook nog wel veilig genoeg om naartoe te gaan? We hebben een grote energietransitie die er gaande is. En ook de transitie in mobiliteit en het denken ook in mobiliteit. Dit is overigens de oude spoorverbinding hier die hier aan de oostkant zit. Die tot een fantastische verbinding eigenlijk gewoon in Noord-Zuid richting is gemaakt. Niet weer weggemoffeld of niet weer een keer wat steen opgezet, maar ja, daadwerkelijk ook als wat meer groenere aarde door zo'n stad heen. En de biodiversiteit, hè, met gevolg voor die natuurwaarde, voedselvoorziening en gewoon het algemeen welzijn uiteindelijk van iedereen. Dit zien we ook, dit zien we gebeuren. We zien dat de stad die blijft in trek. Dit zijn getallen die vanuit Primos, landelijke normering die kijkt naar onder andere de huishoudens, heeft voorgerekend dat er in de stad Utrecht, even gerelateerd aan de regio, ongeveer 60.000 woningen bij zouden kunnen komen met naverland ongeveer 70.000 banen, wat resulteert in 450.000 inwoners. En het is niet helemaal zo dat de correlatie tussen die 60.000 en die 450 natuurlijk er is. Hè. We hebben veel natuurlijke aanwas, vandaar ook dat er een grotere vraag uiteindelijk natuurlijk steeds is. Dus naar die hele span, alles eigenlijk welke opgeteld in die hele cirkel, zien we dat er een groei op de stad afkomt. En dat is ook niet raar, hè. De stad is en blijft aantrekken vanwege eigenlijk al die factoren die we misschien eigenlijk net ook hebben gezien. Toch blijft er ook heel sterk de vraag, waarom moeten we nou groeien? We hebben een aantal dingen gezegd, anders krijg je misschien die scheefgroei, kun je niet investeren in de stad als het gaat over je maatschappelijke voorzieningen of in de biodiversiteit, eigenlijk alles wat erbij zit. Maar het is wel aan ons hoe we daarmee omgaan. En dat is wat we uiteindelijk in die ruimtelijke strategie Utrecht ook hebben proberen te verwoorden en te verbeelden. Want die kwaliteiten staan echt wel degelijk onder druk. Het staat nu wel heel erg veel infrastructureel. Het kan zijn omdat het een heel oud plaatje denk ik is, wat ik ooit misschien een keer heb gebruikt. Maar eigenlijk staan al die waardes staan echt onder druk, permanent. Nou, het gezond stedelijk leven voor iedereen hebben we eigenlijk dus ook gedefinieerd dat het niet alleen gaat over je mentale of over je fysieke gezondheid, maar het gaat ook eigenlijk over al die elementen die ertoe bijdragen dat je je gezond kan, wil en blijven voelen. Dus het gaat over onderwijs, het gaat over het open water, het gaat over speelruimte, culturele voorziening, kortom dat hele aanbod waar we eigenlijk dagelijks in zitten. En die ontwikkelingsvolgorde die we uiteindelijk voor de stad willen gaan doen, om eigenlijk een heleboel benefiet te gaan halen uiteindelijk uit die groei, is dat we voornamelijk eerst hebben gekeken om binnenstedelijk te gaan verdichten. Dat hebben we bewust gedaan om te kijken of je de kwaliteit van de stad kan behouden en versterken. En vooral ook kan gaan benutten om diverser uiteindelijk die stad verder vorm te geven. De tweede is dat we veel meer aan de randen van de stad en in de bestaande stad. Denk daarbij bijvoorbeeld als je hier in Utrecht gaat aan de noordkant over Overvecht, Kanalen, Eiland. Maar zo zijn er nog veel meer ook wat incrementele plekken uiteindelijk. En daarna is het buiten de stad. Het is wel heel erg gericht op gebouwen, maar hier gaat het uiteindelijk om. Tenminste, het plaatje is gericht op de gebouwen, het verhaal uiteindelijk niet. Want wat we hebben gemaakt, we hebben een barcode gemaakt. En een barcode is een soort streepjescode van de stad. Dus we hebben steeds gekeken welke elementen, als je buiten loopt, zie je eigenlijk die het maken dat een stad is. Of dat een dorp is, of in ieder geval een plek. En dat gaat dus niet, dat gaat dus niet alleen maar over het linker gedeelte. Dat gaat niet over dat gesprek wat er nu blijkbaar constant gaande is van we hebben te weinig huizen. Nee, dat gaat over dat we eigenlijk veel te weinig investeren in de totale omgeving uiteindelijk die we hebben. Het gaat namelijk ook over het toevoegen van het sociaal-maatschappelijk programma. Over scholen, over theaters, over opvang, over medische zorg. Het gaat over het groen, infrastructuur, werkgelegenheid, energie. Nou, het is een heel scala aan wat we uiteindelijk hebben bekeken. En wat je daarin ziet is dat, toch even de vergelijking met de woningen om die te maken. De 10.000 woningen, dit totaal aan vraag uiteindelijk, ruimtevraag uiteindelijk oplevert. Naast elkaar, nog helemaal niet bij elkaar opgeteld, maar naast elkaar. En grofweg komt dat, afhankelijk van de plek natuurlijk waar je zit. Hè. Ik bedoel, binnenstedelijk heb je daar wat minder voorzieningen nodig, omdat het er al is. Maar misschien juist wel weer meer energie.
buiten de stad heb je misschien juist het hele palet nodig. Nou, er zitten een aantal van dat soort dingen tussen. Maar het zit ongeveer tussen de 180 en 200 hectare wat je per 10.000 woningen aan ruimte nodig hebt. Boven de ruimte die je eigenlijk al reserveert voor die woningbouw. Dat is nogal een flinke vraag. En dit heeft, als we weten dat 60.000 woningen is, nou, dan komt er een aardige bak ruimtevraag in ieder geval neer. En dit heeft ons ongelooflijk geholpen, de gedachte hierover. Dit is allemaal beleidsmatig, hè, vanuit eigen beleid of vanuit rijksbeleid. Nou, dit heeft ons ongelooflijk geholpen om niet alleen die kwantitatieve vraag met elkaar te bespreken, maar ook met name die kwalitatieve vraag. Dus wat voor stad wil je zijn, wat voor stad wil je blijven en wat heeft dat uiteindelijk nodig? En hoe kunnen we daar uiteindelijk mee omgaan? Welke keuzes maak je daarin? Nou, dat laatste, dat was ook al een van de vragen uiteindelijk die net kwam. Daar kom ik straks hopelijk nog een beetje op. Want die opgaves die er zijn, er is een hoge druk op die openbare of publieke ruimte. Gaan we alles dichtzetten of maken we juist meer ruimte uiteindelijk daarvoor? Veel ruimteclaims aan de stadsrand, we hebben tekort aan stadswater. Bedrijfterreinen, beperkte ruimte in de ondergrond. Die is een beetje uitgevallen in deze presentatie, maar dit is een van onze allergrootste opgaven, de gezonde ondergrond. En wetende ook dat ongeveer die stad de komende 20, 25 jaar open gaat, overal. Vervanging van riolering, nieuwe warmtenetten, alles erop en eraan. Nou, dat biedt ook heel veel kansen om een aantal van dit soort vraagstukken veel en veel beter met elkaar aan te kunnen pakken. Transitie en mobiliteit vraagt minder ruimte, waarschijnlijk meer ruimte voor groen. Hè? Klimaat, alles, aangenaamheid, waarom wil je er wel of niet zijn? Ik vertelde net, die ruimtevraag staat nu toe naast elkaar gezet in zo'n barcode. Maar eigenlijk zijn we op zoek naar de meer intelligente barcode. Ik noemde het ooit een keer harmoniseren van de barcode. Nou, dat was een woord dat niet bestond, maar goed. Het doel daarvan uiteindelijk is dat bijvoorbeeld een groen is niet alleen een speelplek, hè, maar het kan een inundatiegebied zijn voor water. Je gaat er met langzaam verkeer, kun je er uiteindelijk doorheen. Je bent er even, hè, om gewoon even te zijn. Het biedt ruimte in de stad, lucht en ruimte. Nou, het is een veelvoud uiteindelijk die je daar neer kan zetten en die dus ook maakt dat die ruimtevraag op één plek in kwaliteit een heel ander soort vragen of een heel ander soort oplossing uiteindelijk kan leveren. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor de woningbouw met groen en energie. Dit is overigens een van de onderwerpen die we, als het gaat ook over aanhaking onder andere van wetenschap, veel meer met elkaar zouden willen gaan verkennen. Wat dat uiteindelijk ook gaat betekenen in de meest brede vorm. Hè. Als het even in ons vakgebied gaat, van als je hier nou bijvoorbeeld de FSI of de OSR aankoppelt, wat betekent dat dan uiteindelijk voor de dimensie van gebruik uiteindelijk van die ruimtes? De multifunctionele ruimte, hier hebben we een aantal van dit soort tegels gemaakt die vooral in communicatieve zin heel erg goed geholpen hebben. En nu is het aan ons allen om daar uiteindelijk ook gevolgen natuurlijk aan te gaan geven. Nou, dat hebben we uiteindelijk allemaal vertaald in de ruimtelijke visie, hè, de Utrecht dichtbij de 10-minuten-stad. En daar hebben we gezegd een groei in te zetten om de kwaliteit van de stad en het landschap te versterken. Dus geen nieuwe barrières, zowel fysiek niet, maar ook mentaal niet. Die verstedelijking is die hele barcode. En we hebben gezegd, de nabijheid is cruciaal. En dat heeft een aantal redenen. Dat heeft de reden dat we proberen de druk op ons mobiliteitsnetwerk te verlichten. Utrecht loopt nu al helemaal vast, hè? Dus kijken van hoe zou je dat kunnen doen. Maar met name ook om de sociale cohesie, die nou eigenlijk ook soms wel verdwenen lijkt te zijn, door het koppelen van wonen met de juiste voorzieningen in een afstand van binnen 5 tot 10 minuten te organiseren, te vergroten. Ja, ik heb nog 5 minuten en dat moet gaan lukken. En wat betekent dat? Want dat betekent dus dat we van een stad in het landschap met één centrum naar een landschap in de stad met meerdere centra willen gaan. Dit heeft een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat we die kwaliteit van die bestaande stad willen behouden en willen versterken. Dat kan niet als je daar in één keer 60.000 woningen in één keer inplant. Dan weet je dat er, dan komt er een laag of twee of drie lagen komen over die stad heen die eigenlijk een heleboel van het DNA van zo'n stad uiteindelijk gaan verliezen en haar omgeving. Dus we hebben eigenlijk gezegd, het is volgens ons is het ook met die nabijheid van die voorzieningen, is er een wederkerigheid voor de bestaande stad en die nieuwe plekken. En het aanbieden van contrasten maakt dat je beide uiteindelijk goed zou kunnen gaan versterken, zonder afbreuk uiteindelijk te doen aan de kwaliteiten die het tot nu toe heeft. Daartoe hebben we uiteindelijk 6 stadsprofielen ontworpen, waarvan ik alleen straks even de groene stad ook zal laten zien. En daarna nog één plaatje en dan zijn we er ook. Maar dat zijn de groene stad, de verbonden stad, die compacte stad, inclusief toekomstbestendig. En dit is er eentje die na inspraakreactie uiteindelijk erin is gekomen, de vertraagde stad. Dus zijn er ook eigenlijk nog wel plekken waar we even helemaal niks doen. En waar we ons kunnen vervelen of waar het juist
het experiment misschien wel veel meer voorop staat. Overigens denk ik dat de stad nog steeds het grootste experiment van ons allemaal is en dat we dat ook volop zouden moeten gaan gebruiken. Maar hier zitten allerlei definities bij en allerlei kansen en potenties. En we proberen dat dus ook steeds daar aan te leggen als we met ontwikkelingen bezig gaan. Wat betekent dat uiteindelijk voor deze profielen die erin zitten? Nou, om even bijvoorbeeld de groene stad te laten zien. Wat we willen doen is het behoud en versterken van het landschappelijk raamwerk. Als hele belangrijke onderlegger voor de verstedelijking. Dat verdichten en vergroenen in balans. He, dus we gaan niet constant maar het programma erin pompen als het ook niet uiteindelijk een balans gaat vormen met de totale ontwikkeling die het groen, het water, klimaat uiteindelijk van ons vraagt. Eigenlijk hebben we ook wel eens gezegd, verdichten is natuurlijk ook meer mensen tegelijkertijd op één plek. En dat vraagt eigenlijk dat je de condities voor die publieke ruimte steeds, dat je voor de publieke ruimte misschien wel wat meer eisen mag gaan stellen. En dat we misschien juist wel meer ruimte zouden mogen eisen voor publieke ruimte, anders dan het constant wegdrukken. En het is vanaf de voordeur tot aan de regio. Nou, dat heeft geresulteerd uiteindelijk in deze kaart. Aan de Utrecht, hè? Verrassend. Voor u, dit is de A12, A2 die daar loopt, het stadshart. En we hebben dus een aantal van dat soort grotere stadsprofielen, tenminste nieuwe kernen uiteindelijk daar gemaakt, tegen of in de bestaande structuur. Waarbij we dus hopen dat die interactie tussen die twee plekken uiteindelijk zeer versterkt zal gaan worden. En dat wordt uiteindelijk aaneengeregen met een plan om, dat noemen we het wiel met spaken, een OV, een mobiliteitsstructuur. Die met name ook de druk van de bestaande stad ook zal af moeten nemen als het gaat over de mobiliteit. Er is nog heel veel te vertellen en er is ook nog heel veel in gedaan en getekend. Ik hou het bij deze. Ik hou het hierbij. Fantastisch, dankjewel Joost. Ja. Dank voor de compactheid. Ik geef nu geen gelegenheid tot vragen. Mooi. Dan maak ik onderscheid en dat is niet netjes. Maar dat is ook omdat je in de parallelsessie twee rondes meedraait. Dus dan hebben jullie allemaal nog de kans om daar eventueel vragen te stellen. En ik doe dat ook omdat ik denk dat het goed is dat we gewoon even gaan pauzeren. Maar dank, want dit is een mooie inkijk in hoe je dus op stedelijk niveau zeg maar, de concreetheid gaat zoeken op het moment dat het tot uitvoering komt. Daar zou ik heel graag nu al op door willen gaan, ook indachtig een aantal vragen. Want ja, hoe doe je dan als het in de concreetheid met botsende belangen komt? Maar ik zie ook heel veel herkenning van wat zowel Richard als Jeroen hebben gezegd vanuit hun perspectieven van hoe zich dat weer vertaalt hier. Dus daar zit, en jullie kennen elkaar van tevoren niet, hè? Dus dat vind ik dan altijd weer fascinerend. Een soort wisdom of the crowd, nu al drie mensen die dan in dezelfde zoektocht zitten. En omdat we geen plenaire terugkomst meer hebben, doe ik dat even heel snel. Want ik was, je doet gericht wat research van wie moeten we nu vragen als sprekers. En meestal ben je dan wel tevreden, maar nu ben ik gewoon super blij. Dus voor jullie alle drie, dank. Nou kijk, wat een luxe, dank je wel. Oh, dat mag niet, hè? Nou, ja. Dank je, Jeroen. Gaat heen en vermaak u.